In, in het begin haalde ik wel veel. Ja. Niet uh, omdat we uit elkaar zijn, maar meer voor mijn dochter. Juist, dat zou ik Opgroeid zonder papa en mama. Ja. Dat, uh, omdat ik dat had, wel had gehad. Tot nu toe heb je in Gillies Love Line pure verhalen kunnen horen van onder andere uh, single moms, verliefde stelletjes, getrouwde mensen en ook gewoon hele leuke singles. Vandaag wilde ik focussen op een uh, alleenstaande vader die daarnaast ook nog zijn carrière uh, wilt opbouwen. Daarom heb ik een molokko brader van mij uitgenodigd, uh, of beter gezegd de grappigste Molukker van Nederland. Helemaal goed. Zo sta je bekend. Hè? Ja toch. Want ik ben bij één van je shows geweest. Uh, ja. Joshua Timisela, yes. theatermaker. Wat Zeker. ontbreekt in het rijtje hier? Allereerst bedankt hè, dat ik hier mag zijn. Hey, uh, leuk dat je er bent. Echt, bedankt dat ik hier mag zijn. Echt een hele eer. Uh, maar wat ontbreekt? Ja. Ik zei theatermaker. Daddy hè? Fulltime full daddy ook nog ja, erbij hè? Ja. Hey, ik, ik noemde hem op, uh, uh, de alleenstaande vader. Uh, ja. uh, uh, en dat is niet per se waarom ik je heb uitgenodigd. Maar ik vind het wel een heel ja, uh, mooi onderdeel om over te hebben. Ja, 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 Want ja. de single moms heb ik flink gerepresent hier. En terecht. Ja. <laughs> maar het verhaal. ...van de alleenstaande vader... ...moet ja. ook gehoord worden... Zeker. ...in Ik Loveline. Line. 100 procent. Ja. 100 Maar doop dat je hem gelijk neerzet. Uh, ik zeg theater maken... ...en je zegt... ...hé, hey, maar single dad hè? Ja, ja, ja. <laughs> Laten we beginnen als ja. die theater maken... ...want je bent pas weer gestart met je shows. Ja man, ik ben echt... Uh, ...anderhalf jaar heb ik niks kunnen doen. <laughs> 2020 was echt heftig. Uh, met mijn solo show... ...mijn oom uit Ambon. Dat is een totaal uh, nieuwe show. Ik had hiervoor... trad ik altijd samen op met mijn broer. Ja. Um, hij kreeg een nieuwe baan aangeboden. Ik ben doorgegaan in het theater. Dat was voor mij ook heel erg spannend. Zal ik het doen spannend, of niet? Spannend Moet inderdaad. ik ook gewoon een baan zoeken? Ik, ik, ik wist het ook niet. Ik dacht, nee man. Theater is mijn passie. Ja, toch? Daar is zit Mijn je leven. Ja. En ik doe het al zeven jaar en ik ga gewoon door. Nou, en toen, uh, van de meer dan veertig shows, heb ik er maar, maar zeven van kunnen spelen. Ja. Omdat corona kwam. Tuurlijk. Eerst werd alle, alle shows werden eerst verplaatst. Mm -hmm. Daarna geannuleerd. Juist. Ik dacht shit, man, wat moet ik doen? Mm -hmm. Ik mag wel shit zeggen, toch? Hé? Hey. Ja, toch? <laughs> Bruut eerlijk over de liefde. <laughs> en als dat shit blijkt te zijn, dan zeggen we shit, fuck. Ja, toch? <laughs> dus op een gegeven moment. Uh, uh, geannuleerd, geannuleerd, geannuleerd. Ja. Meer dan vele shows geannuleerd. Precies. Eind 2020 gaat mijn, uh, gaan we uit elkaar, ook nog relatie uit elkaar. Jouw relatie ging ja. ook nog uit elkaar, ja? Uit elkaar. Een kind van uh, vier toen nog. Mm -hmm. Dus dat kan me ook nog bij. En ik dacht, weet je wat, ik moet gewoon door blijven gaan. Dus ik ben gewoon. Uh... Dus misschien is het een betere eerste vraag. Uh, en, dat, uh, en die bedoel ik oprecht ook. Mm -hmm. Ik ben ook echt benieuwd daarna. Ja. Uh, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Ondanks al die struggles die je net omschrijft. Ja, misschien kunnen we daar zo meteen over praten, die struggles. Ja. Maar voor nu gaat het hartstikke goed. Oké, okay, mooi. Want, Belangrijk. Uh, ja, toch? Want ik blijf gewoon altijd positief. Goed zo. En uh, ik heb gewoon zoiets van: weet je, het is uh, zolang God mij niet roept. Ik ben niet heel erg gelovig in Jesus en dat soort dingen, maar ja. ik heb wel gewoon gevoeld zolang God mij nog niet roept, moet ik nog een taak volbrengen, snap je? Moet ik nog mm. dingen doen. En dat motiveert mij elke dag om gewoon te knallen. Ja. En ik heb een dochter die elke dag moet eten, dus daarvoor doe ik het. Juist. Dat is mijn motivatie. Nou, ik ben, ik, ben, ik ben blij om te horen dat je zegt het gaat goed, maar het was zwaar neem ik aan. Het was zwaar. Eh? Het was zwaar. Want je vertelt dus, en uh, uit elkaar, dus ja. je liefde kwijt. Ook nog. Maar ook je liefde even uh, stil voor theater. Ja, toch? Al mijn liefdes gingen weg. Juist. <laughs> dus eerst uh, kon ik niet spelen. Ja. Dat was het eerste. Wat, wat, echt, wat, wat echt heel veel met me deed. Juist. Ik begon chocola te eten, Red Bull drinken. Ik werd in één keer 10 kilo spelen. Je zei mes met chocola. <laughs> <laughs> Sorry, mij. Ja. Hey. Nee, je ik was kom niet gewend. Kilo, uh, ik kwam 10 kilo aan. Oh, Oké. Okay. Ja, dan is er iets mis met ja, chocola in combinatie ja. met jou, inderdaad. In combinatie met, uh, met energy drink. Yeah. Oh. Ja, toch? En toen ging ja. ik. Uh, ik raakte gewoon in een dal, eerlijk is eerlijk. Ja, toch? Ja, en toen, ik wist niet wat ik moest doen. Ja. Moest ik naar werk gaan zoeken. Ik had ook nog een gezin. Mijn ex-vriendin die werkte en die kwam thuis en die zag mij. Mm. Wat ga je doen, of ga je doen? Maar ik bleef volhouden. Nee, er komt een dag, dan kan ik weer knallen. Ja. Maar toen, eind 2020, toen uh, gingen we uit elkaar. Ja. Zij is weggegaan, ik ben achtergebleven achter met mijn met, met, met dochter, onze dochter. Ik mag niet zeggen mijn onze dochter. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik, "Maar hoe ja, dat, dan? dat er bovenop dus. Ja, dan komt er extra. Ah. Extra, extra struggle komt er ja. ook nog bovenop. Ja, 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 ja. Vier dagen voor mijn verjaardag ging ze weg. Ah, hey, gefeliciteerd. Dankjewel, <laughs> dankjewel. <laughs> ik dacht, dit is gewoon een beproeving. Maar, 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 maar uh, hoe lang waren jullie met elkaar? Bijna zeven jaar. Oeh, lang. Some real shit. Ja, 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 ja lang ik ga niet slecht over haar praten, want het was gewoon, oh, ze is gewoon een goede meid. alleen nee. het ging gewoon niet. Ja, het misschien ging niet komt er door de corona, muziek komt er door stress, heel ja. veel stress. Je, had, ja. je zat niks aan mij. Maar uit, de, uit die zeven jaar dan, hè, uh, 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 was het de laatste jaar, misschien de laatste twee jaren, waar het gewoon niet meer leuk was, want dat is wanneer je besluit uit elkaar te gaan. Zeker als de kind in het spel is, ja, eigenlijk, om dan toch te besluiten van, quits. Ja, kijk, weet je, het is toen mijn moeder nog leefde. Mijn moeder is in 2017 overleden. Ja. En uh, mijn moeder was ook een beetje moeder, een moeder voor haar. Ja. Die, die, die band was heel sterk tussen die twee. Ja. En toen mijn moeder wegging, aarde verliet. Ja. Toen zag ik in mijn ex-vriendin ook bij haar dat er wat... Iets ja. ging niet meer goed. En eigenlijk vanaf dat moment ging het eigenlijk bergafwaarts. Uh, toen kwam corona. Toen kwam maar... ja, alles in één keer erbij. Ja, en toen, uh, ja, toen ging het gewoon niet meer. Juist. Toen ging het gewoon niet meer, nee. Maar, maar wat, wat was dat dan? Waren dat uh, ruzies? Waren dat dingen die werden gezegd die je niet meer kan terugdraaien? Want ik was met mijn hoofd. Ik was er niet. Oh, jij zelf ook. Je neemt het ook op jezelf. Ja, uh... ja ik was er gewoon niet. Logisch. Oh, okay, ik, ik okay. kon niet spelen. Ja, 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 ja. 2020 zag er zo goed uit. 40 shows uitverkocht. Helemaal gemotiveerd. En ik word alles van je afgepakt. Dus ik was gewoon niet mezelf. Ik zat mm -hmm. gewoon thuis. Ik moest thuis wel alles doen. Dat, doe ik, dat heb ik altijd al gedaan: yeah. uh, voor, voor, uh, voor mijn dochter zorgen, mm -hmm. huishoudelijke dingen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment komen de muren ook op je af. En toen, toen ging het gewoon niet meer. Oké. Okay. Wel, wel dope en eerlijk dat je zegt van... hé, hey, ik was ook niet helemaal ja. de partner die ik in het begin was. Ja, misschien is het ook wel goed dat zij weg is gegaan eigenlijk... als ik zo bekijk. Want anders was ik misschien helemaal gek geworden. Ah, oké. Okay. Dus zij trok... Zij trok ja, ja. Je kan wel begrijpen dat zij dat niet meer trok, zeg maar. Ik begon, ja, ja, weet je... Ik, ik kon, ook geen seks met haar had ik ook niet meer. Ja. Want ik kon dat gewoon niet. Alles is niet meer hoe het was. Nee, ja, ik kon ja, gewoon ja, helemaal ja. niks. Gewoon. Ja, weet, je wat ik, weet je dat ik jou daarin begrijp? Ja, ja toch? Ja, ja, ja. Want je was niet meer jezelf gewoon. Dus. Nee, ik was mezelf niet. Ja. En mijn focus was gewoon mijn dochter. Die moet elke dag eten. Ja, ja. Dus al mijn energie mm -hmm. ging naar mijn dochter toe. Maar ik, heb ook nog, ik had ook nog een partner. Daar moet ook nog energie naartoe. Maar daar ja. had ik geen kracht meer voor maar energie ja. ging allemaal het naar klink, mijn... Het klinkt bijna, uh, dat probeer ik me even in, uh, uh, want ik en je ex-partner niet. Maar het klinkt bijna alsof je zegt van de fan verdween uh, in onze relatie. Ja, de fan verdween. Voor jullie twee. Wel, wat wel heel jammer was. Ja. Want ik kon echt met haar lachen. Mijn ex vriendin ja. Ze was heel grappig. Ja, ja, ja. Dus wat ik. Ja, maar je kan dingen niet meer terugdraaien. Ik hou ook helemaal niet totaal slecht over. Ik zal alleen maar heel fijn over haar praten. Want ze is de moeder van mijn dochter. Ze is onze dochter. Mm -hmm. En ze heeft negen maanden gedragen, wat ik echt ja. enorm respecteer. Ik was bij de bevalling. Ik weet hoe erg dat nou van dichtbij eruit ziet. Weet je? Ja, ja, ja. En mijn mannen hebben geluk. Ja. Maar um, het ging gewoon niet. En soms als iets gewoon niet gaat, Precies. dan gaat het gewoon maar niet. Maar om tot die conclusie te komen. En beide tot die conclusie te komen. Of wie, wie was degene die dan zei van yo. Zij. Zij toch wel. Ja. Okay. Zij zei op een gegeven moment: het is gewoon op. Het kan niet meer. Ja. Nou, zo be het. Ja. Dan kan je heel lang. Kun je ermee zitten? Ik heb er even mee gezeten. Eerlijk is eerlijk. Logisch toch? Ik, ik kan me niet anders voorstellen ja. dan dat je ermee zit. Zeven jaar en je Zeven geeft jaar. iets. Iemand waarvan je echt hebt gehouden, toch? Ja, ja zeker. En 100%. daar is ook nog een zegen uitgekomen. wat inmiddels een vijf jaar Ik hou nog meisjes... steeds van mijn ex. Ja, ja, ja. Ja, als persoon hou ik nog steeds van haar, tuurlijk. Dus, uh, 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 waarom uh, moet ik haten? Het zou bijzonder zijn als je het gewoon dicht kon draaien. Ja, ja daar ben ik geen mens, toch? Dat klinkt ongezond. Dat, dus klinkt, oh, ja. dat klinkt iets gillies. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, dus, dus op een gegeven moment ging het gewoon niet. Uh. Toen is zij weggegaan en weer terug bij haar familie gaan wonen. Uh, Oké, okay. twee uur van hier vandaan, helemaal in het noorden. Ja. Nou, dan ben ik met mijn dochter alleen gebleven en toen dacht ik: Weet je wat? Nu ga ik knallen ook. Maar check, want uh, je zegt iets moois, dat is: Ik ga niet slecht praten over mijn, uh, 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 over mijn ex. En ik nee. zou je daarbij sowieso zou ik dat tegenhouden. Want ja, nee, maar zo, dat is, ja. Maar tegelijkertijd, uh, je kan wel eerlijk praten over tuurlijk, tuurlijk. Uh, hoe dat eruit ziet, toch? Want nu krijg ik het idee dat het vooral lag aan dat jij niet jezelf was. Dat is wat ja, jezelf nu. Het is beide, hè? Ja. Um, zij begon zich te irriteren aan mij, ik ook aan haar. Ja. En dat stapelt zich op. En op een gegeven moment, die vulkaan, die gaat erin. Juist. Als het aan mij lag, zeg je eerlijk, door dik en dun, we gaan ervoor. Ja. Maar toen zij op een gegeven moment kwam, thuis kwam en zei: het gaat niet meer, en dan gaat het niet meer. Mm -hmm. Dan heb ik ook niet de energie om nog te zeggen: van ah, please, laat me we gaan ervoor. De energie had je ineens niet Had ik niet meer. Ja. Had ik niet meer. Dus bij de eerste keer uitspreken van dit gaat niet meer, ja. had je man geaccepteerd eigenlijk? Ja, weet je, een paar jaar daarvoor was het al een keer uit geweest, acht, negen maanden. Oké. Okay. En toen, toen, uh, toen zijn we weer bij elkaar gekomen. Ja. Maar als ik geen dochter zou hebben, was het een ander vrouw. Juist. Maar nu sta ik niet meer op de eerste plek. Mijn dochter staat op de eerste plek. Ja. Zij, moet het gewoon, zij moet gewoon in harmonie opgroeien, in vrede, liefde, aandacht. En dat ja. is gewoon mijn focus. Mm -hmm. Ja. Opvallend wat je zei is. En ik bleef achter met mijn dochtertje. Ja, onze dochter. Ja, ja jullie dochter. Ja. Uh, dus niet mama bleef achter met jullie Hallo, dochtertje, ja. maar papa bleef achter met een doch ja. dochtertje. Uh, wat ik persoonlijk heel opvallend vind, uh, uh, hoe is dat zo dan gekomen? Dat de moeder niet met het kind... Jij bent dus een alleenstaande vader. Het ja. kindje woont met jou. Ja, ja, ja. Jij zorgt voor dat kindje. Hoe ja. Ja. is dat zo gekomen? En ook nog erbij in, in, in een periode waar jij niet helemaal lekker was met jezelf. Dus nu moet je meer dan ooit. Juist. Uh, mag ik vragen hoe dat uh, zo is gekomen? Dat de situatie is dat jij dus uh, um, het meest met je kind besteedt. We hadden ooit een keer afgesproken ook. Als er wat gebeurt, ja. dat de dochter bij mij blijft. Maar daar hebben we het wel eens over gehad. Ja. Ik denk. Um, ja, ik weet niet. Het is gewoon zo gegaan. Gewoon qua opvoeding. Qua stabiliteit. Is er bij mij meer, denk ik. Oké, okay, daar heeft het mee te maken. Daar heeft het mee te maken. En natuurlijk ook, ook gewoon haar school zitten hier in de buurt. Haar leven. Ja. Allemaal in de buurt. Maar het is gewoon zo gegaan. En. Uh, ja, het is gewoon goed zo nu. Sammy Joe heet onze dochter. Ja. Gaat, als om de week gaat ze wel naar de moeder toe. Mm -hmm. Dat dan wel. Maar voor de rest is hij gewoon uh, elke dag bij mij. Wat wel soms wel heel zwaar is. <laughs> heel zwaar. Dat kan me voorstellen, ja. Ook als ik nu met theater en al mijn A werk... Alleenstaande ouder is gewoon zwaar. het Is gewoon heel ja. zwaar. En, uh, maar ja, ik heb, in mijn omgeving heb ik dus ook vrienden. Jongens. Ja. Die ook... Ja. Want dat is waar ik ernaar vraag, want je hoort, het, uh, je hoort meer over alleenstaande moeder dan ja. over alleenstaande vader. En daarom ja. wil ik het ook graag over hebben. Ja, de uh, vrouw begint nu ook... Uh, ik zie ook veel, heel veel sterke, zelfstandige vrouwen, toch? Ja. Yeah. Die ook gewoon zeggen van, ik heb ook mijn eigen leven. En uh, wat de man eigenlijk voorheen deed, wat eigenlijk ook niet kan, we weggaan, gewoon, en je kind achterlaten bij je bij moeder. De moeder zie ik nu heel veel dat vrouwen gewoon weggaan. Laat ja. la, la, me eens een real shit vragen dan. Eh... <laughs> uh, Jouw dochter is vijf jaar, dus die ziet ook van iets is verdwenen. Ja. Wat voor effect maak je bij je dochter? Wat ik zeg eerlijk, hè? Is het ergste wat er is. Hm. Omdat ik uit een. Uh, ik kom uit een huis waarin mijn ouders. dol op elkaar waren. Ja. 24-7. Ja. Ik heb hen samen zien dansen, hm. samen knuffelen. Hm. En dat is het mooiste wat je een kind kan geven. Twee gelukkige ouders. Kan mm. ik mijn dochter nu niet geven. Ja. Zij wordt wakker. Zij ziet alleen haar vader. Zij, komt, zij moet een tekening maken van de papa en de mama. Mm. En zij zegt, ik heb alleen papa getekend. Waarom niet mama dan? Ja, mama woont toch niet bij ons? En dat, is, dat zijn allemaal dingen. Ja, Hoe moet ik daarop reageren toch? Ik zeg, mama is er wel. Alleen mama woont niet bij ons. Waarom word je wel. niet vet emotioneel dan meer? Ja. Ja, van binnen ga ik kapot. Huh? Ga kapot. Echt, ga kapot. Maar ik kan niet emotioneel zijn tegenover mij. Nee, dan. nee. Maar er zijn wel momenten dat ik eventjes wegloop. Ja, en dat ja. ik even laat lopen. Ja. Want een kind van vijf is puur toch? Precies. Ja, ja, ja. Die, die zegt gelijk: Papa, waarom is mama niet verliefd op jou? Op u? Ja. Ja. Ga dan wat. Ja, 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 ja. Want die stellen vragen, hè? Die stellen gewoon vragen. Waarom? Waarom? Nou, succes. Succes. <laughs> ja, 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 zo en zo en zo. Maar. En mijn dochter zegt elke dag, hè, en het, echt elke dag. Echt, zegt ze hem tegen mij. Maar als we mama weer samen zijn, dat is echt mooi. Huh. Zegt ja. ze elke dag. Ik kom toch wel? De mama komt toch weer een keer bij ons. En dan wil ik gewoon ja zeggen voor haar. Ja. Maar ik moet ook aan mezelf denken, wil ik. bedoelen? Juist. Ik kan wel voor haar zeggen ja. Dan kan je het worden wa waargemaakt sowieso. Ja, stel je voor, wij komen bij elkaar. Het klinkt niet tussen ons, maar we doen het voor haar. Maar we zijn onszelf niet. Het gaat weer, het gaat weer knallen, lijkt mij, dan, dan ergens. Gaat het gaat weer knallen, ja, ja. Dan gaat het weer kapot. Ja. Dus um, daar ga ik gewoon met de flow mee. Ja. Alleen, ik zeg je wel eerlijk, misschien kunnen we daar zometeen later over hebben. Ik heb geen relatie meer van mij. Nee, daar gaan we nu over hebben. <laughs> nee, want dat is een heftige uitspraak, Mimou. Ja? Ja, ja, ik vind van wel. Je mag en, nooit en, nooit en, zeggen. En sterker nog, <laughs> De enige is dat ik je begrijp. <laughs> nee, nee want... Kunnen we zeggen dat je er bijna aan onderdoor bent gegaan? Of is dat too much? Too much. Is too much, dat niet. Ja. Oké. Okay. Ik heb te veel shit meegemaakt om onderdoor te gaan. Ja. En dan gaat het niet per se, uh, want ik weet dat niet. Tussen jou en haar zal ook wel zijn. Maar dat meisje dat ook in het spel is, ja. om dat te zien. Ja. En nu dus de religie, je zegt Ze vragen jou, waarom is mama dan niet meer? Ja. Dat, is, ze dat doet pijn. Dat doet pijn. Dus da en dan bedoel zuur. ik meer daaraan dat je, dat, dat, is dat gewoon moeilijk is. Het is, mo is zwaar. Ja. Dat, want je merkt oh, je, ik merk het ook aan haar. Hè? Ja. Dat maar het behoefte... is verse eigenlijk, waar we het ook hier is over hebben. is heel vers. is dit. super, super. Hier aan tafel worden alleen verse dingen besproken. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, ja, wauw. Ja, ja. Maar het is gewoon heel zuur. En nou, ja, daarom heb ik heel erg veel respect voor alleenstaande ouders. Hè? Ja. Want dit nee. is, mm -hmm. is bikkelen. Ik zeg eerlijk, er is bikkelen. Ik sta ja. elke dag tien voor zes op. Mag ik vertellen mijn dag hoe dit er is? Graag. Tien voor zes sta ik op. Dan ga ik huis helemaal schoonmaken. Is al schoon, maar ik maak extra schoon. Ja. Want als mijn prinsesje wakker wordt, dan wil ik dat zij opstaat. Dat het mooi is. Hmm. Ik heb in huis heb ik allemaal van de action, van die. ledlicht met je, kan je verschillende kleuren doen. <laughs> ja, ja, ja. Dus als zij opstaat, maak ik één kermis. <laughs> met blauw daar, geel, groen, overal. Dat ze al veel kleuren ziet. Ja. En dan ga ik haar broodje smeren. Ga ik haar mooie kleren aan doen. Hmm. Ga ik laten zien dat ik dat ook allemaal doe voor haar. Hè? Ja. Dat ze dat in zicht dat mij ziet dat, ze dat, dat ik dat ja. doe. En dan breng ik haar naar school. Ze moet om. Dat is ook heel iets moois. Ze hebben, haar school begint half negen. Ja. Kwart over acht sta ik bij schoolplein. Als eerste. Niemand is er nog op school. <laughs> Zij vraagt elke keer papa. Waarom is er niemand? Dan leer ik haar vanaf nu, op jonge leeftijd al. Je moet altijd vroeg zijn. Ja. Dan kan je de omgeving al zien. Dan kan je even wennen aan de lucht. Ja. Dus dan ga je naar binnen. Ja. Te laat komen bestaat niet. Daarna... Ga ik in de ochtend ga ik naar huis doen, ga ik gelijk boodschappen doen, ja. ga ik gelijk koken voor de avond. Kwart voor drie komt ze thuis en dan ga ik werken. Als ze op school is, ga, ze, ga ik werken. Ja. Meldjes doen, schrijven. Ja. Zij komt thuis, ik kan niet meer werken. Dat is haar tijd. Tot zeven uur, breng ik haar naar bed. Ik werk van zeven uur tot één uur s'nachts. Mm -hmm. En om tien voor zes gaat de wekker weer, elke dag. En ik vind het heerlijk. Hey, dope, man. Ik ben nooit moe. Kijk hoe mooi ik nog ben. Ik slaap niet, maar ik ben nog mooi. Ik las iets over uh, een tijdje terug over alleenstaande vader zeggen. Vanaf het, uh, uh, vanaf het moment dat je alleenstaande vader bent. is de helft van de vrouwen die geïnteresseerd in jou zou, zouden kunnen zijn, vervalt. Die kan je alvast afschrijven. Ja. Omdat je alleenstaande vader bent. Ja. Maar zoals je zelf zegt, dat zeg jij hè: je ja. bent nog mooi. Oordeel. Maar je bent nog mooi, maar verzonnen grap. Wat je hier omschrijft, alleen al hoe je in elkaar zit, maak je een mooie mens. Ja, dat je hebt gezegd, ik vind van wel. Dank je. Want het is strictly, uh, want, we benadrukken nog even niet, dat jij daarnaast ook nog een hele carrière hebt ja, ja. en nog verder wil uitbouwen. Dan moet je dan ook, ja. waar vind je die ruimte dan? In dit alles wat je net hebt omschreven. Ja, dat begrijp ik soms ook niet. Hè? Huh? Misschien dus moet je niet willen begrijpen, joh. Nee, anders, dat is het. anders raak je in paniek. Ja, nee, dat doet, echt, ja, ja. Ja, dan sta ik. Ik stond afgelopen uh, zondag stond ik twee keer in het uitverkochte theater. Serplein. Ja. En zo'n dag is van 8 uur s ochtends tot drie uur s'nachts met afbouw, uh, opbouw en afbouw. Mm -hmm. Maar om kwart of acht sta ik gewoon weer bij het schoolplein. Ja. Met mijn dochter. Ja. Tussen al die moeders. Alleen maar moeders, toch? Ik als enige vader. Maar ik heb veel moeten leren, bro. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Ja ik beloof mijn dochter om lippenstift te kopen en mascara. Ja. Ik ben een man. Ja, ja, ja. Ik weet dat niet. Ja, ja, ja. Dat zijn vrouwen dingen, toch? Uh -huh. Vrouwen gaan naar de, naar de Douglas, weet ik veel. Gaan ze hun uh -huh. dingen kopen. Ik weet dat niet. Uh -huh. Dus ik loop binnen. Ik zei, ik ga nog even kijken. Shampoo, weet ik veel. Ga <laughs> ja, maar kijken wat je wilt. <laughs> Alleen lippenstift en mascara. Uh -huh. Alleen twee, hè? Ja, is goed. Is goed, papa. Is goed. Alleen twee, papa. Ja, twee. We gaan naar de brom. Zij legt die lippenstift en mascara. Die cashier zegt, dat is 42 euro. <laughs> Is zeg, hoeveel? 42 euro. Ik, zeg, ik wil termijn betalen. Kan ik termijn? Ja. Je hebt ze voor 2 euro ergens hè? Ja, Met de nee. actions zijn je nog. Maar nee, ze op YouTube, toch? Ja, ja, ja. Zij weet precies welke oh, de beste shit. is, toch? En dan is ze pas 5 minuut lang na 6 ja. <laughs> Dus dat zijn dingen die ik allemaal heb moeten leren. Struggles meisjes, van een single dad. <laughs> meisjes dingen, toch? Ja. ja. En ik ben vaak alleen de enige man. Overal. Ja, ja, ja. Alleen dat maar valt moeders. op, hè? Ja, ik ben de enige ja. man. Oké. Okay. Ik, ik denk dat dat alleen al compliceert voor die uh, uh, moeders. Ja. Over die, die helft uh, helf van uh, vrouwen die verdwijnt. Ik denk dat dat compliceert. Komt wel dat... goed. Ja. Maar dan zeg je: ja. voor mij geen relatie meer. Ja, precies. Geen relatie meer. Waarom ben je tot die conclusie gekomen? Is het is dus heftig, hè? Het is heftig. Misschien weet je dat niet. Ik zeg: het is heftig. Want ja. uh, iedereen ja. verdient liefde, hè, mijn ja, man? Maar, ja. maar, maar nu uh, gooi je de handdoek in de ring, lijkt het bijna wat betreft relaties. Ja, ja, ja. Ik begrijp het nogmaals, je komt ja. vers uit een teleurstellende Bijna situatie. Ja. Ja. ja, maar is vers. Ja, is vers. Maar nee, waarom zeg ben... je dat? Ik ben zat. Ik ben beu. Ik zou zeggen waarom. Kijk, als ik een accountant zou zijn... Ik werk 9 tot 5. Ik moet elke dag alleen maar cijfertjes doen. Ik kom thuis, ik ga met mijn dochter spelen en ik ga slapen. Mm -hmm. Maar het werk wat ik doe als theatermaker... is mijn hoofd constant bezig... Constant ben ik yeah. bezig, zelfs nu ben ik aan het denken. Nieuwe scripts, boeken, wat dan ook. Constant bezig, en dan ga ik, wil ik allemaal uitwerken. Ik heb geen tijd voor relatie. Uh. Los van tijd, ik heb ook helemaal de behoefte niet. Uh, uh. Mijn vrienden, ik, ik is nou even iets anders. Nou, we toch een beetje aan het vertellen zijn. Nou, ik toch een beetje loskom nu. Hey. <laughs> Vanaf vroeger, bro, was ik echt nooit geïnteresseerd in. in, in in, in uh, chicks van, oh, die wisten ook echt, oh, oh. Oh, zo ben je nooit geweest? Nooit geweest. Ja. Mijn vrienden wel, hè. Weet je als we uitgingen. Ja. Oh, kijk aan, kijk aan. Oef, ja. oef, Die zou ik echt. Ja, oh, we gingen ja. naar de discotheek. Jos, zij is lekker, hè. Ik zeg, nee, maar luister, dit is een track. <laughs> sowieso denk ik 16 sporen. Ja. Ik denk sowieso, luister die bas, die bas. Ja, ja, ja. Ik was alleen maar bezig ja. met creativiteit, boven. Boven. Dat soort dingen. Dat soort dingen. Oké. Okay. En nu, ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ja, we gaan het gewoon eerlijk. Ik heb dus toen mijn ex uit, toen we uit elkaar gingen heb ik dus wel contact gehad. Contact alleen. Ja. Appen, en via Instagram met anderen, met andere, met andere chicks. Oké, okay. voor de duidelijkheid. Is echt niks. Nee, maar dat is niet mijn Ik kan het niet meer. Ik, heb, ik ben met haar aan het praten. Ik denk alleen maar shit, man, ik moet <laughs> op tijd naar bed. Mijn dochter moet morgen naar school en ik wil <laughs> nog twee uur wil ik nog iets schrijven, man. Wat wat praat zij joh? Ik ben zo blij dat je dit zegt. Weet <laughs> je waarom? <laughs> I get you. en, dat, weet je, en, en maar, maar ik ben het niet eens hè, dat je zegt geen relatie meer. Okay. Dat betekent dat er een andere kaliber op jouw pad moet komen. Dat is het. Ja toch? Ja. Wil jij weer uh, uh, tijd, ja. energie? Ja. Maar tijd is voor ons dat ding vooral. Tijd. Maar ja. energie ook hoor. Tuurlijk. Want alles wat energie kost moet je scorten. Klopt. Maar zodra het geen energie kost, dan gaat heel je mindset veranderen. Wat ja. jij hier zet gaat veranderen. Ja. Hoop ik voor je tenminste. Ik weet dat het gaat gebeuren, maar misschien nog niet. Ja. Want ik ben, ik, ik ben niet aan het praten. Ik ben ja. precies daar wat jij zegt. Het ja. moet echt de fucking moeite waard ja. zijn. Maar jij kan het je nu niet eens voorstellen. En zelf dat begrijp ik. Mijn uh, ex groonvader dus de vader van mijn ex-vriendin. Juist. Die zei, die is niet meer, onlangs overleden. Die zei, toen ik net met mijn uh, ex verkering had, zei die, zoiets moois. Hij zei, Jos, je hebt lichamelijke bevrediging. Mm -hmm. En geestelijke bevrediging. Mm -hmm. Allebei moet in balans. Juist. En ik had er mijn eigen versie van gemaakt. Ja. Je hebt lichamelijke bevrediging. Ja. En geestelijke bevrediging. En van allebei moet je keihard kunnen klaarkomen. Hé, <laughs> hey, maar true. Ja, toch? True. Van een goed gesprek. Juist. Yes, kan just. je soms ook. Oh, hey, ja, true. toch lekker, van, True. Ja, toch? En seks. Hé, hey, wat jij daar zegt is zo waar. Want ik, kijk, we zijn geen 16 meer, hè? of 21 of zo. Ja. Wat jij daar zegt is waar, hè? Ja. Een conversatie. Ja. Kan jou verliefd maken, maar kan jou ook doen laten besluiten. wat jij zegt, jullie ja waren jong, ja, Matt is kijken, zo, kijk die, kijk die. Ja, toch? Maar ik heb dat ook, hè? Ja. Als ik uh, uh, een vrouw de mind zie, dan heb ik zoiets van, zo, kijk die, kijk die. Ja, zeg toch? Zeg ik tegen mezelf. Ja. Kijk die, kijk die, gek. Ja, dus dat is absoluut waar. Dat dit is dit echt, ja. je, uh, uh, daar kan je echt enthousiast van raken. Ja. Misschien zelfs klaarkomen, inderdaad. Ja, vond het echt van een mooi gesprek als je gewoon. Met iemand in gesprek bent, ja. met het, een chick. Het klikt. En jullie hoeven niet eens te zijn. Klikken betekent niet dat jullie eens zijn, maar het float. Het en je float. ziet van, ja, oh, toch? ik zie je mind. Ja. En diegene ziet jouw mind. Juist. Had je dat met je ex? Um, ja. Soms wel en soms niet. En dat maakt het ook spannend. Ja. Waardoor je ook af en toe moeite moest doen om het uit te leggen wat, jou, wat je wil, wat je ja. denkt. Want ik denk meestal dan, als een relatie breekt, en zeker een lange relatie, ja. ga je dan niet, uh, als je dan terug gaat kijken, ik weet niet of je dat doet. Kan je dan niet invullen van... Oh, eigenlijk had ik al kunnen zien dat dit niet gaat werken. Ik als zou, je terugkijkt. Als ik terugkijk... Om bepaalde factoren. Was ik voor altijd bij haar gebleven. Ja? Ja. Want zij was gewoon echt heel gezellig. <laughs> ja, maar is oh, blijk gezellig e ja, is niet genoeg blijkbaar. Nee. Ja, misschien is het fout. Ze was gezellig, ze was lief, sociaal. Goed voor mijn familie. Alles was zij, alles had zij. Alleen, um, sommige punten niet, we dan weer niet. Maar dat is, niemand is perfect. Nee, klopt. Jij ook niet. Ik ook niet. Ik ook maar ook wat niet. was dan uh, een belangrijk punt? Dat zeg ik als je terugkijkt, dat je zegt van ja, dat ontbrak en dat. En dat is niet eens haar schuld. Ja. Maar daar, misschien is het jouw schuld dat je zegt daaraan had ik al moeten herkennen. Of, mm. of, of is dat niet het geval? Nee, niet het is van. gewoon gelopen zoals het ja, is gelopen. Ja ja, 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 ja. Dat is het. zo Mag ik heel eerlijk met je zijn? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb het idee namelijk. Uh, en terecht natuurlijk. Uh -huh. Maar dat jij uh, uh, je best wel inhoudt. Uh, uh, wat betreft. Uh, hoe het is gegaan. Hoe het is gegaan, maar. nee, niet eens dat hoor. Maar hoe jij voelt tegenover haar. Niet dat jij niet de waarheid zegt nu. Ja. maar er moet een moment zijn. dat je even hebt gekeken van. yo. op dit moment ben jij. Uh, win jij de nummer één prijs van de persoon die ik niet mag in deze wereld. Ja, kijk, het, het feit als jij je gezin verlaat. is voor mij not dan. Kijk, als, ik, als we geen kind hebben, hadden, hebben, en je gaat bij me weg, ik vind het niet erg. Maar voor mij, voor mij heeft ze nog niet echt alles aangedaan om te vechten voor je gezin. En wat ik merk in de generatie van tegenwoordig, en heb ik ook in mijn ex-vriendin gemerkt... is dat echt vechten voor je gezin, strijden ja. Ik heb mijn ouders ook zien strijden, gewoon, gewoon, uh, gewoon kapot gaan. Maar mm. toch in elkaar geloven van, we, we, we doen dit samen... Dat miste ik in haar. Ja. Ik denk, en dat mis ik ook tegenwoordig. Heel veel. Dat zie je... je, je, je dat komt ook door Instagram, ja. social media. Ze kijken alleen maar die plaatjes we, van we, hoe mooi zijn we, die relaties. We toch? leven in een andere maatschappij inderdaad. De ja. ja. look. De look, ja. Maar ze weten niet hoe... Ja. When, when real life hits you, it's gonna hit you hard. Snap je? Ja. Dat is het verhaal. En dat, en, dat, en dat mis ik dus tegenwoordig ook veel. En, en dat is de reden waarom ik ook gewoon geen zin meer heb in de relatie. Misschien, zeg, misschien ben ik mezelf aan het overtuigen hier. Maar nee. ik, nee, ik, ik zou het zonde vinden, omdat ik herken het, dat ze ja. dus zeggen: joh, voor mij geen relatie meer, man. Ik ben, nog, ik ben nog één relatie verwijderd om te zeggen: fuck it al, ik geef het nog één keer een kans. Ja. En dan, laat maar zitten. Ja, maar het is toch zonde, man. Jij lijkt me echt... Ik, ik weet het, ik heb, ik heb dingen van jou gezien. Uh, 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 ik heb jou uh, on-stage gezien. Ja. Tijdens een van je theater, een van je plays. Jij zit vol passie, man. Ja, maar... Je ziet, jij zit vol liefde. Het ja, zou zonde zijn. ...als daar niet een vrouw bij betrokken is in relatiesfeer. Veel mensen zeggen dat ook, hè? Ja. Waarom ga je geen vriendin weer? Waarom? Ja, nee, dat zeg ik niet, ja, ook, Want dan, zo werkt dat niet. Ja, nee, maar waarom? Met jou, ja. Waarom? Gaan Het moet je ontstaan. Je daar, ja. Ja. Ik zeg eerlijk, hè. In De fase waar ik nu in zit... Ik ga liever thuis gedichten schrijven... ...dan met, dat, dat ik dan met een chick ga uiteten. Dus ja. doe ik dat liever? Ik heb helemaal geen tijd. Hè? Ik zeg eerlijk, ik heb helemaal geen tijd en geen zin. Ja, nee, I get it. Vooral de. Miman, is mij niet overkomen hoor. Het is mij niet overkomen, maar ik zie het gebeuren. Stijf, je, je gaat. Je, je krijgt zelf zo zover. Ik ga weer daten. Ja. Jij brengt een chick mee uit eten. Je gaat met haar uit. En zij maakt alleen foto van jullie eten. Ze posten. En jij zegt: Wacht even. Nergens op deze fucking foto's ben ik terug te zien. Dan lijkt je op een sponsor. Ja, In plaats van een date. Je hebt de dag gesponsord Ja, ja precies, precies. Ja, en Ik begrijp het Daar heb je gewoon geen zin in Ik heb er geen zin in wat kijk je hebt, je hebt ook Weet je Ik wil het niet op jonge meisjes uh, 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 Zetten per se En ook niet per se Laten we zeggen Vrouwen en mannen Maar ik bedoel eigenlijk vrouwen hoor. <laughs> jonge vrouwen kunnen gewoon Wakker worden op een dag En zeggen hm, Ik wil niks anders Ja Ja Dan dus, ja, ben je de lul <laughs> en, en dan, dan, moet je jong, dan moet je weg moet je weg Ja dan moet je weg <laughs> Dan moet je weg Nee is moeilijk Is moeilijk Ja dus. Ja, maar ook de fase waar ik nu in zit. Je kan je eens voorstellen dat er. Ik heb geen tijd voor. Story, is het ja. een factor dat stoort? En ook weer sommigen toch zeggen: van ja, maar je kan nog wel eventjes gewoon even seks hebben, toch? Maar zelf, zelf, zelf dat heb je geen trek in. Nee. I get you. Helemaal geen, helemaal yeah, want I dan get moet you. Ik, dan moet ik daar naartoe. En ik laat niemand in mijn huis. Juist. Niemand komt in mijn huis. Niemand. Alleen mijn dochter komt in mijn huis. Mm -hmm. En ik nodig niemand. Haar huis. Ah, paleis. Ja, dan moet ik met naar... kleurtjes. Juist. Dan moet ik, als ik, stel, ik spreek af met een chick. Juist. Met een dame. Ik vind chick een beetje zo. Ja, dame. En ik ga naar haar huis toe. En dan zit ik daar. Moet ik mijn schoenen uitdoen voordat ik binnenkom? Hé, hey, maar sorry, maar je instelling is ook niet goed, hè? <laughs> je instelling is ook niet goed, hè? God, nee, maar dat is, <laughs> is, 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 is. Misschien over een paar jaar, maar nu nee, kan, kan ik dat echt niet. Nee, je moet, je, moet, je moet één ding weten: ik begrijp je <laughs> duizend procent niet, man. Luister, ik, ik presenteer een show wat gaat over de liefde. Nou, ik zal bekennen, ik ben precies waar hij is. Ik heb ook geen zin in die shit, hè? Moet je echt van goede huizen komen? Juist, moet echt van goede huizen komen. Weet je wat ook niet mijn ding is? Dat chatten chatten gedoe. Nee. Nee. Ik ben er zo voldoet, hè? Ja, je moet je Ik moet het ben van saus, ik moet het live Je moet je energie kunnen voelen, toch? Ja. Dat chatten ding, hé, hey, joh hey, en, en dan emojis. Ja, ik weet ik, niet... Ik, ik, ik een niet. smiley begrijp ik, een duimpje Ja. Ik begrijp dat allemaal ja. niet. Nee, ik weet nee. niet wat je bedoelt. Ik voel me gedis bij elke uh, emoji wat ja. niet een duimpje of een smiley is, ja, als, denk ik jij ja, is mij. Als, als iemand jou wat vraagt en jij, jij interpreteert helemaal verkeerd die zin. Dat toch? is wat ik bedoel. Waarom, waarom zeg je dat? Ik hey. bedoel dat gewoon goed, hè? Hé, hey man, wij klinken oud, jongen. <laughs> Als je dat door hebt. Nee, maar het is real. Ik begrijp dat ja, niet. toch? Dus zodra het op emoties aankomt, praat zinnen met mij. Juist. heb ik geen zin in. Dus I'm you. You're not alone, is wat ik je probeer thank you, te thank zeggen. You, thank you, thank You're not you. alone. Yes, thank you. Begrijp je? Yeah. En het ligt niet aan jou, het ligt gewoon. En plus, inderdaad, jij, jij gooit op creativiteit. Ik ook, maar ik heb doelen, hè? Juist, dat is het. Ik heb doelen. Je, ja, toch, die wil je behalen. Die moet ik, die moet ik halen zo gemotiveerd, toch Juist. ben ik. En al dat soort dingen, uh, relatie, ja. seks. Ja. Maar relatie is nog heftiger. Maar seks zelf, zelf ja. seks, je kan het niet voorstellen. Je denkt, ja, je moet toch je ding. Ja, klopt. Ja. Maar zelf daarvoor moet de energie right zijn. Ja. Daar ben ik ook, hè? Ja. Energie moet right zijn, anders hoeft het ja. niet. Ja. Ik heb ook wel eens echt berichten gekregen van meiden die gewoon echt gewoon zeiden van, kom me neuken. Ja. <laughs> <laughs> Doe me helemaal niks, hè? Ja. <laughs> Mooie meiden, hè? Ja, ja, ja. Ah, hey, ja. Doe me helemaal niks. En ik heb nou een beetje luisterd, heb ik zo'n ding. Er zijn dus allemaal meiden die mij, mij dan inboxen. Die hebben een vriend. Dat is voor mij gelijk afgelopen. Dat is, dat is de afknappen voor jou. Ja, want ja. Ik, ja misschien klink ik, ik dan als een leugen. Ik ben nog nooit vreemd gegaan. Hè. Ja. In heel mijn leven. Okay. Ik ben nog nooit in heel mijn leven vreemd gegaan. Mm -hmm. Omdat ik van dichtbij heb gezien hoeveel pijn dat kan doen. Juist. Bij iemand. Juist. En toen dacht ik, shit, stel je voor dat ik dat, ik dat doe. Dat kan ik mm -hmm. niet maken. Dus als dan iemand mij appt, een check mij app. En ze heeft een vriend, daar gaat alles uit bij mij gewoon. Dan ja. ben je gewoon voor mij gewoon zo laag, mm -hmm. zelfs een hond is nog heeft nog. Hey, die... Ja, serieus. <laughs> ja, je, je kan toch niet iemand. Uh... Ja. Kan wel. <laughs> maar... <laughs> nee, maar I feel. On the real, all jokes aside. Ja. Uh, weet je wat God op mijn pad heeft gezet no. om mij te brengen waar je nu ook bent? Ja. Uh, ik ga twee dingen daarover zetten, Mooi. Uh, over zeggen. Ten eerste. Je moet van jezelf vinden, en dit is allemaal uh, oudere mannen gepraat hoor. Uh, je moet van jezelf uh, vinden dat je meer waard bent dan een andermans vrouw te gaan neuken, of zeker nog meer dan dat. Ja. Nog erger. Ja. Dat is het eerste wat ik erover uh, heb te zeggen. Ja. Because, hè, je moet jezelf als een prijs zien. Dus ik ben je. een blessing. Juist. Maar de waarde verdwijnt als ik dat soort dingen aanga. Juist, die waarde gelijk. Nee. Ja, voor ja. jezelf. Hè? Ja, ja, voor ja, jezelf. Ja, ja. Je kijkt in de spiegel en je denkt: nee man. Tjie. Of goed of niet, toch? Ja. Jij bent bij helemaal niet. Of ja. goed slecht maakt niet uit. Ik doe het gewoon niet. Ik ben helemaal klaar ermee. Ja. Denk jij? Ja. Daar ben jij nu? Ja, cool. Ten tweede ja. moet trots opzij zetten wat Gado op mijn pad heeft gezet is dat hij heeft me een keer verliefd laten worden op Andermans vrouw. Oeh, dat past niet bij Gilly. Dat past niet, hè? Dat past niet bij Gilly. Nee. Hé... Hey. Ik ben, uh, ben niet zomaar een dude he, in mijn hoofd. <laughs> en daar heb ik gezien van, oh, kisi mooi, zoals wij Surinamers zeggen. Kiesi Goed moi. voor je. Ja. Je bent gaan zeuren. Ja. Uh, OPP, Other People's Property. Mm -hmm. This is what you get. Ja. Want nu is die shit onbereikbaar. Het is er. Ja. Dat is een momentopname. Gaat ja. weer weg. Ja. Ja, 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 ja. En ik was blij dat dat was gebeurd. Ja. Want het past niet bij mij, man. Nee, toch? Nee, het past niet bij nee. mij. Dat kan je, dus als je ja. wel andere vrouwen uh, doet, is dus prima als het bij jou past. Ja, toch? Wij als jou hebben jou past, geconcludeerd juist. voor ons werkt dat niet. Wat, dat zeg je heel mooi, als het bij jou past, doe, ja, je, ding. doe je ding. Maar het past niet bij ons. Het past niet bij mij. En nee, jij mij. zegt het nee. past ook niet bij jou. En daar ben je dus achter gekomen. Of jij hebt het nooit gedaan. Nee. Dus, uh, want ik ben ook nooit vreemd gegaan. Ik heb wel uh, geparticipeerd aan. Uh ja, dat is anders participeren. Ja, maar misschien is het hetzelfde, want je, je speelt hetzelfde spelletje, ja. alleen een andere rol. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. Nee, maar tegelijkertijd, dan moet zo'n staf... Een vrouw kan niet hier op mijn borst komen liggen die weer terug gaat naar een andere dude. Fuck that shit. Fuck that shit. Dirk, ja, dat kan niet. To? Ja, dat kan niet. Ja, Dus I get you. Ja, toch, thanks, bro. Ja, yeah, I get you, I get you. Nee, is zo. So. Ja. Maar dan. Misschien een andere vraag. Ik weet niet. Uh, jij komt van de moeilijkse gemeenschap. Juist. Is dat een dingetje dat jij alleenstaande vader bent of uh, um. dus judgment of een mening of ogen van of valt dat mee of is het meer? Ja, kijk, weet je, het omdat ik nu ook gewoon best wel um, in de moeilijkse gemeenschap bekend ben. Juist, dat kennen. ook nog. En heel veel mensen weten ook niet eens dat het uit elkaar ben. Dus dit is misschien primeur. Ah. Ja, toch? Ja. Nee, maar ook goed voor je te horen wat een real story is. Je bent, ja, uh, het is gewoon een real story. Het ja. is gewoon, dit, is gewoon, dit zijn gewoon uh, feiten. Um, maar in de Molukse gemeenschap gaat natuurlijk ook alles. Ik weet niet hoe het bij de Surinamse gemeenschap gaat. Kijk, ik, de Molukse gemeenschap is niet zo. We zijn er niet zo veel. Nee. Dus, iemand hoeft maar een scheet te laten en iedereen weet precies hoe die geur, hoe sterk precies. is en hoe, wat, voor, wat je hebt gegeten. Iedereen weet alles gelijk. Okay. En die scheet die gaat ook weer zijn eigen leven leiden. Snap dus, nou, ik bedoel ook nog. Ik kinderen. Het wordt harder scheet dan zachter scheet dan. Okay. Dus, en, dat is eigenlijk, en daarom is het gewoon fijn om gewoon uh, uh, helder te zijn toch? Maar hoe kijken zij daar tegen, uh, tegenaan? Of ja, is dat niet per se een ding bij jullie? Nee, het is, geen, het is niet echt een ding. Het het, zoals bij andere culturen, weet je. Als dat je echt, maar, bij andere ja. culturen. Uh, en dat is ook. Eerwraak of zo. Of weet je, dat eerwraak is ook de heftigste vorm dan. wat we ja. nemen als voorbeeld. Maar ook ja. alleen al de hoe je naar wordt gekeken als je gescheiden vrouw bent. En daarom ga je toch maar niet uit elkaar. en blijf je ongelukkig. Ho, je je ja. life. Nee, in een lustgemeenschap <laughs> is dat niet zo heel erg. Nee, dat okay. echt, is echt een ding. Okay. Dan is het gewoon... Uh, niet. <laughs> ga maar lekker door gewoon met je leven. Okay, okay. Zet hem op. Ja. Maar bij de Surinaamse gemeenschap, ja. uh, 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 maar dat is, dat is dan een geloofding. Meestal de gelovige mensen, dat is wat anders dan ja. uh, dat is uh, gebaseerd op geloofding. Maar stel je ja. voor, dat geloof zit er niet in. Uh, als iemand gaat trouwen, en geloof zit er niet in dan, hè? iemand ja. gaat trouwen, hé oh. hey, ik ga trouwen, dan is hij eerste de vraag, ah, moet ik wat doen of zo uh, bij die bruiloft? Uh. <laughs> dat is een last. Nee, ik, ik kom wel, maar ik hoef niks te doen nee. toch? Speech of uh, nee. dat soort dingen. <laughs> <laughs> nee, dat een beetje. Dus bij ons ja. wegen dat ook niet zo zwaar. Nee. Uh, los van als er geloof in. Ik weet niet hoe dat werkt met ja, uh, religie. Want dan nee. is het een hele andere community weer. Waarbij ja. je, andere, je trouwt toch om een hele andere reden? Ja, ja, ja niet ja. om een hele andere reden. Maar geloof staat ja. er ook in. Ja. Maar dat lijkt me ook moeilijk om uit elkaar te gaan als jullie dan in jullie hoofd zijn getrouwd voor God. Dat is wel anders geweest. Als ik, als ik echt was getrouwd. Ja. En in de Melukkse gemeenschap heb je, heb je ook nog dat je Oh, dan was gewoon, het anders. Dat was anders geweest, ja. Dus toch wel. Ja, als je echt, uh, als je echt gaat trouwen. Ja? En we hebben in onze meluk ook nog echt met rituelen en dat soort dingen. Ja? Ja, ja daar komt wel, wel veel bij kijken, maar we zijn niet getrouwd. Dan was het wel anders geweest. Dat Dat had nog getrouwd. meer druk gezet om niet uit elkaar te gaan. Um, Alhoewel het niet jouw ja, keuze was, hè, hoor ik hier. Tegenwoordig is dat, wordt dat niet meer zo zwaar aangetild. getild. Nee. Vroeger was dat denk ik wel echt nog toen de eerste generatie, vroeger. onze opa's en oma's nog leefde ja. Maar de, de opa's en oma's, uh, die zijn al, bijna allemaal al weg. Mm -hmm. die, zijn niet, die leven bijna allemaal niet, allemaal niet meer. En de tweede generatie weet ook helemaal niet zoveel meer eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is gewoon echt, uh, ik zie wel. Een alleenstaande moeder zei een keer tegen mij, uh, uh, gewoon in een uh, gesprek uh, over van alles, zei ze van, weet je dat ik vaak huil, maar dat huilen, dat neem ik mee als onderdeel, als mijn rol als single mom. Oh, mooi. Ik heb dat nu gewoon geaccepteerd dat ik af en toe huil. En het, ja. het is ook een release voor mij. Hel uh, jij? Uh, Nog steeds? Wel eens? Minder. Minder? Minder. In, in het begin helde ik wel veel. Ja. Niet uh, omdat we uit elkaar zijn, maar meer voor mijn dochter. Juist, ja, dat kan ik voorstellen. Um, dat zonder papa en mama. Ja. Dat, uh, omdat ik dat had, wel had gehad. <clears throat> ja. En bij haar niet. Ja. Daar, in het begin helde ik wel heel vaak. Daar, oh ja, heel best wel vaak. Ja. In het begin dacht ik, shit man. En nu heb ik zoiets van, ik kan niet te lang verdrietig zijn. Mm -hmm. Want mijn dochter voelt mijn energie ook. Ja, ja. Ook al zeg ik niks en ik loop gewoon door de woonkamer, zij voelt, dat, zij voelt mijn ja, energie. Ja, ja, ja. Dus um, daarom probeer ik altijd zo puur mogelijk en zo real te zijn in haar bijzijn. Dat zij ook uh, geen vragen gaat stellen in haar hoofd. Van, is zou erom zien wat met papa zijn. Ja, ja. Zij moet aan mijn energie kunnen voelen. Papa die voelt zich hartstikke goed nu. Juist. En dan hoef ik niks te zeggen. Ja. Dan hoef ik er alleen maar te zijn. En, en dat er zijn, dat is voor een kind superbelangrijk. Hmm. Voor iedereen. Maar voor een kind helemaal. Van vijf. Ja, jij hoort jou praten. Het, het, alles zit vooral in, ja. in dat meisje van jou. Hè? Daar zit ja, het ja, dat in. Zit, zit ja, daar zit in. Dat het het mijn in. leven. Mooi man. Ja. Daar, daar, doe ik, daar, daar werk ik voor ook. Alles ja. wat ik doe. Ja. Ik speel in uitverkochte zalen. Overal. In, in, in heel Nederland. Maar mijn focus, mijn, mijn motivatie is zij. Kan jij dan ook niet wachten tot je weer thuis bent... Nee. En dat meisje ziet? Je kan niet wachten. Ja, ja, ja. Okay. Kijk, vanaf de geboorte, omdat mijn ex-vriendin die werkte, mm -hmm. was ik altijd met mijn dochter. Constant. Ja. Um, alleen afgelopen zomer niet. Is zij dus drie weken naar haar moeder gegaan. Ja. Dat is de eerste keer in heel haar leven, en ook in mijn leven, mm -hmm. dat wij drie weken uit elkaar waren. Mm -hmm. Ik zeg eerlijk, bro, elke dag huilt. <laughs> ik ging dood. Elke dag. Ja. Elke dag ging kapot, hè? Ik mm -hmm. dacht, shit man. Moet ik, ga ik weer, zal ik weer drinken? Nee. Moet ik drugs gebruiken? Nee, dat kan ik helemaal niet doen. Het is gewoon Netflix. Net ja. Netflix. Gewoon series Netflix. kijken. Netflix en chill. Netflix chill en chill en janken. Ja ja, 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 ja. Maar dat is gewoon zoiets Man, moois. Want mannen huilen ook, hè? Ja, tuurlijk. Mannen We hebben ook een gevoel. Ook. Ja. Ja, <laughs> ja. toch? En uh, <laughs> ik ben ook heel snel... Uh, uh, ik ben hypersensitief. Ah. Dus ik, ik, als, als, ik in een, in een als ik ergens ben... Ja. En er, uh, er is heel, heel iets zwaars, iemand is overleden, dan voel ik dat heel sterk. Ja, ja, ja. En misschien is dat de reden waarom ik um, um, theater ben gaan doen. Ja. Omdat ik het publiek heel snel voel, wat willen ze horen. Mm -hmm. Als ik ga optreden, maak ik altijd in het begin drie grappen. En dat zijn mijn testgrappen. Mm -hmm. Aan de hand van die drie grappen weet ik. Welke kantje op, kant op ga ik? Oh, dope. Dus dan, uh, en mijn script is zo, maar omdat deze zaal een beetje zo is, ja. moet ik die grap anders maken. Ja. En dat heb ik heel mijn leven gedaan. Want ik zeg eerlijk, ik heb me heel lang lelijk gevoeld. Hè? Toen ik jong was. Ja. Heel erg. Mm -hmm. ik, had, ik stotterde. Jo. Maar extreem stotterde. Gewoon ja. Zo. Ja. Zo stotterde ik. Ik had zware eczeem over heel mijn lichaam. Zware eczeem. En bril. En ik had een bril. Oké, okay, dat is een look, inderdaad, wat je hier allemaal omschrijft. Ja, toch? Ik, ik kon niks, ja. zeg maar. Ik kon niet met een meisje praten. Ja. Niemand vond mij mooi, iedereen vond mij lelijk. Ja. Zo ben ik opgegroeid op basisschool. Ah. Al mijn vriendjes konden babyolie doen. Ja. En die helemaal glimmen, toch? In ja. de zon. Allemaal in de zon. En ik kon dat niet. Ik moest ja. de hormonen zelf doen. En ik mocht niet te lang in de zon, want mijn huid was dun. Een hele hoop dingen. Ja, ja dus, en zo ah. was ik dus opgegroeid. Ik voelde altijd heel onzeker over mijn lichaam, hoe ik eruit zag. Ja. En toen kwam ik op jonge leeftijd achter dat overal waar ik kwam moesten mensen lachen om mij, omdat mijn wapen was humor. Juist. Dus ook al je wapen en je schild waarschijnlijk. Ja, precies. Doh? Ja doh? Ja, mijn wapen en mijn schild. Ja. Dus ik voelde gewoon dat mensen echt zoiets hadden van shit man kijk die fucking excentre plek in zijn gezicht. <laughs> hij zegt lelijk, ik ga hem geen drie kussen geven. Maar hij is wel hilarisch. <laughs> ja snap je? En dat voel je toch? Je bent jong. Oh, voel ja. je dat? Oh, ja, nee. Dat moet ook een impact hebben impact. gehad oh, oh, op jouw latere en ja. vandaag de dag. Ja, dus ik moest. En ik stotterde. Ook nog. Dus als ik iets wil zeggen. Ja, 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 ja. Komt die uit? Jij ja, 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 ja gaat chillen. Uh, jij gaat met mij chillen. We gaan bestellen. Uh, die man zegt: Wat wil je drinken? Jij zegt. Ah, ah, ah. Die man ja. komt met acht. Ah, ah Jij ah, Juist, ik kom met een ja, krap. <laughs> <laughs> dus wat, wat, um, wat ik toen had geleerd. was omdat ik stotterde. Okay, mm. Als je stottert wil je iets zeggen. maar dat, die ene zin komt er niet uit. Juist. Jij hersenen zeggen, je gaat dat niet zeggen vandaag. Vandaag ga gaat niet worden. Dat gaat niet worden. Dus wat ga, ik, wat ga je doen, jouw lichaam, jouw hersen die zeggen, je moet iets anders zeggen, maar toch. Ja. Dus ik wil zeggen, mag ik jou drinken? Maar ik kan niet ja. dat zeggen. Ik kan niet zeggen, mag ik jou drinken? Mag ik jou ja, ja, ja. Rode glas? En niemand heeft tijd. Iedereen. Ja. Dan zeg je zo, mag ik jou Rode glas? Ja, 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 ja. Snap je? Ja. Dus dan, je moet de hele tijd schakelen, ja, schakelen, moet de tijd bezig. En dat heeft me eigenlijk wel geholpen met ah. wat voor werk ik nu doe. Ja, ik heb het heel mijn leven gedaan. Ja, ja. Er is niks van overgebleven van dat soort. Sterker nog, nee, ik kan het weg. nadoen. Over helemaal praten. weg, helemaal weg. Dat ja, is goed. Maar we dat, we... Is al minding, ja, dat is een mind thing hè? Ja. Heb ik begrepen. Het komt ook door onzeker. Ja. Je bent bang. Je hebt het gevoel dat iedereen jou lelijk vindt. Oké, okay, maar het moment. Jij dacht dat je lelijk was. Had een bril. Ex in plekken. Allerlei dingen. Uh, puisten. Uh, wax over alles, je kop. alles wat je kon bedenken had ik. Hoe is dat weg, nou, weggegaan? Uh, hoe heb je voor het eerst een meid gevangen? Dan hoe zag dat eruit? Met mijn humor. Met je humor. Met, Met wax en al puizenvlekken. vlekken, geen ja. bril. Bril, zie je? Met mijn hoe ik gewoon ben. Juist. Grappies maken toch? juist. Geen grappies maken en op een gegeven moment dan ziet zij die plekken ziet zij niet meer hè? Nee, nee, nee. Zij ziet mijn hart dan. Ja. En um, niet dat ik daar misbruik van ga maken. Want ik was, ik, ik was ook blij dat ik, ik een ja, tik kon regelen. Eindelijk. Oh. <laughs> ja, ja, ja. En toen, hey, hey, hey. Ik ja. zie je teruggaan, hè? Ik zie ja, je teruggaan ja, ja, naar die kleine de, Joshua. De, <laughs> en, toen, uh, en toen wist ik van: ik moet gewoon mijzelf zijn. Ja. Ik hoef niet babyolie ja. en mooie dure kleren. Ik moet gewoon grapjes maken ja. en gewoon hè, laten zien, mijn hart uh, geven eigenlijk. Vandaar ik heb ook niet zoveel dag. relaties gehad, hè? Nee. Ik uh. heb misschien maar drie relaties gehad. Mhm. Mm en relatie bedoel je. Want Fast jij, ben, jij relaties, bent sowieso van de relaties. Ben jij nooit geweest, dat zei je al, vroeger al niet geweest van uh, alleen een Naitori of. Nee, het mo moet een relatie dus, zijn. een relatie zijn. En daar bouw je op verder. Daar bouw ik op verder. Totdat ja. het koek op is. Ja, ik kan niet iemand één keer ontmoeten, gewoon uit stand. Ja. Is niet mijn ding. Ja, ja. Want, het is goed om te weten dat het niet jouw ding is. Is niet mijn ding. Ja, Waarom? Ja. Ik hou van connectie. Juist. Ik kan niet iemand gewoon. Zonder gevoel, eh, 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 eh. zonder gevoel kan, ja. ik, kan ik niet. Ja. Ja. Ik moet je wel kennen. Je we moet een klik hebben. Geestelijke bevrediging moeten we een beetje hebben. Juist. Dan is dat nog mooier als je dan samenkomt, toch? Uh -huh. Maar gewoon iemand ontmoeten ergens. Ja. En ook al is ze mooi. En ze gaat met de benen wijd en ze zegt: kom maar jij, nou, nah, dus hey, <laughs> ik fine, am good. Ik moet, moet trainen. Jij, ik kom ja. Nee, maar dat klinkt heel ongeloofwaardig. Maar is nee, echt nee, nee helemaal, niet. helemaal niet, Ik geloof je duizend procent. Echt? Ik kan dat niet. Ik geloof je duizend procent. Ja, waarom? Uh, want jij bent altijd zo geweest. Ik val op persoonlijkheid. Ja, vroeger, ja. amietje. Ja, toch? <laughs> ja, nee, ik kwam echt op persoon En bij ja. mij is dat ook altijd zo geweest. Ja. Kom ik later achter. Ja, hè? Ja. Maar ja, ja, ik zag je net even nadenken over kleine Joshua. Ik had dat ook. Want ik, ja. had, ik, had, ik had vroeger had ik echt scheid. En confident <laughs> ja. as fuck. Ja. Ik liep erbij alsof ik 1,90 meter was. Dat nee, nice. ik zo'n piemel heb. als ik <laughs> zo rijk ben. Allemaal niet het geval. Nee. Maar, maar, maar zo loop ik door dus het op, leven. Ja, ja, ja. dus vooral als ik denk aan kleine Gilly. Ik kan nog herinneren dat ik. Uh, um, ik was in een uh, supermarkt. Yeah. Ging ik altijd daar de boel terroriseren. Yeah. En een van die jongens moest altijd gratis boodschappen van mij zetten. Elke woensdag. En dan bracht ik het voor mijn ouders. <laughs> dus een van de jongens die ging terroriseren. Uh, uh, ik zag een keer een meid daar lopen. <laughs> Mooie bruine chocolade vrouw. Met een sit En gewoon een uh, airtoot. Maar yeah. daar was het voor mij in. Yeah. En zij liep. En ik zei. Hé. Hey, laat die boodschappen komen kijken. Wie is dat? Hij zei. Oh, zij komt hier elke zus en zo. Zij woont die volgens mij om de hoek en zo, zo en zo straat. Ik zeg, ja? Mijn man, ik ga aanbellen aan al die deuren in die straat. Zo, zo, zo. De derde die ik aanbelde, deed een bruine meneer open. Dacht ik, oh, dit moet hem zijn. Ja. Uh, uh, ai, goeiedag meneer Roestert. Ik ben uh, Regilio... Uh, ik ben een vriend van uw dochter, is ze thuis? Ik wilde even iets zeggen. Nikke de bals! Wow. Als ik daar nu aan denk, schijt ik in mijn broek. Zou Ik niet gedaan nooit durven! Je hebt echt dit wat ik hier vertel. Aan, overal aanbellen. Overal aanbellen. Derde komt een bruine meneer. Ik zei, oh, dit moet ik doen. Hij, hij zegt, hallo? Ik zeg ja meneer. Uh, en ik weet hoe Surinaamse ouders zijn. Ja toch? Toch? Ja toch? toch. Ja, 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 uh, meneer, Goeie, wel netjes hè? Ja, ja, want dat was ook een tool. want dat was toen niet in de mode. Dat... Jonge gasten, ik heb het hier over 15 jaar of zo. Ja. Jonge gasten wisten niet netjes te zijn. Ik nee. wel, want ik ging met die oudere. Ja, je uh, ziet mensen het er nog o, Ja. ja. Uh, go Goedemiddag meneer, uh, ik ben de ja. Is uw dochter thuis? Ik wilde er iets vragen. Sorry hoor. Is ze thuis? En hey, die man. Ik ga geen namen zeggen. Ja. Uh, er is iemand hier voor je aan de deur. <laughs> Zij heeft geen idee wie ik ben, hè? Huh? Nee, toen zei hij. Wat de fuck? Oh, ik ken hem niet. Ik zei. Wil je even horen? En ik vertel het verhaal. Ja, zo. Misschien heb je ik er een probleem gehad, Maar als ik nu zo. eraan terugdenk. Zou je dat nou niet kunnen doen? Zou ik niet eens kunnen bedenken nee, hoe helemaal. iemand dat kan doen? Maakt niet uit hoe oud je bent. Gewoon aanbellen. En gewoon. dat was kleine Gilly. Zo, dat was wel echt heftig dan. Ja, maar dat zou ik nu. Die lef heb ik nu niet, hè, by the way. Maar komt dat ook door jouw omgeving waar je opgroeide? Of ben je Als, Zal, je, als je echt anders zou opgroeien in, uh, weet ik veel, uh, Naarmbussem, zou, zo, zou je dat ook hebben? Ik, ik, ik weet niet of het daarmee heeft te maken, want ik weet niet of iedereen zo'n G was die daar die Ja, die is nou, maar ja. want je hebt ook een Nee, maar, toch? Je maar gevolgd, het, op, het is een onderdeel van je ouderen ook een denk ik. Persoonlijkheid. Uh, ja, maar misschien is het dat hè? dat ik met oudere gasten ja, omging was, ja. en die, uh, die babbel. Ik wist gelijk die babbel is belangrijk. Ja, die babbel. Het gaat dus, die Maar je moet je bedenken, dus ik ben jong en zet babbel in waar het niet nodig is. Ja. Het is gewoon. Je bent lekker, je hey, bent lekker, kom gaan neuken. Ja. Maar nee, kom met de hele Sunny, die mij hoofd slaat op tilt, want ja. is te veel informatie. Ja, man. Ik dacht dat we zouden neuken. Wat zeg je allemaal nu? <laughs> nee, maar ik was fair op jonge leeftijd. Ja. Ja. Maar ik herken, ik zie jou zo denken, ik kijk naar kleine Joshua... en ik, moest, ik ging gelijk naar de kleine Jilly ja, en, en die laat alweer... ballen. Ja, apart, nu, ja. shit, raar is dat. Hè? Stuur me de verkeerde emoji en ik zeg, oké, okay, nee, laat ja. me zitten. Ja, laat me zitten. Klagen, ik begrijp dit niet. Ja. Ik begrijp dit niet. Maar zo oud worden we toch niet? He? Blijven we altijd forever young toch? For, forever young. Ja. ja. Er komt wel een periode denk ik in ons leven dat je denkt van, nou moet ik het loslaten. Wat loslaten. Oud worden. Dat je gewoon een gedachte van, nee, ik word forever young. Ik of word jij forever young? For, uh, uh, da, niet per se dat, maar ik ja, hou maar me niet. Je wordt helemaal kaal zometeen. Je kan niet meer lopen. zeg je nog steeds met wandelstok. Forever voor, young. Forever young. Nee, ik, forever. Dat, zo ver, ik ben ik <laughs> hou me niet eens bezig met dat. Wat me wel is opgevallen, by the way. Weet je, want ik ben inderdaad wel gewoon nog flexie en ja, shit toch, ja. en alles. Ik ben helemaal niet oud. Je praat over oud. Oh, zie je nee. zelf als oud? Hou je nee, zo nee, bezig nee, met nee, dat? Nee. Oké. Okay. Nee. Maar wat ik wel zie. Ja. Uh, niet vervelend bedoeld hoor. Oh. Maar als ik mensen zie van mijn leeftijd die ik ken van vroeger. Ik ook. Dan kijk ik, denk ik, oh. Ja. Dat voel je wel lekker, hè? voel je niet lekker. En ja, niet eens dan zie ik, oh wacht, ik ben zo oud ben ik eigenlijk ook in het echt, hè? Oh, want die zijn gewoon. Die zijn anders. Die zijn anders. Die zijn anders. Die zijn anders. Ik zou, ik, ja. zou fok die zijn anders. Ja, die zijn anders. Ik heb het, het niet over jou, hoor, maar ik, nee. ik heb het wel over jou. Ja, 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 ja. Dus, ik, uh, ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, nee, ik nee, ben nee, nog jong en crispy, man. Al ben je groep acht, maar ja. die zitten nog. Wow. Ja, ja, wat staat er in En die, ziet er gewoon, die is gewoon oud. Die is zelfs nog twee jaar jonger yes, Juist, ja, yes. het yes, is helemaal zo. <laughs> so. Die is geleefd. Live, live, live met jou is op. Die is op. niet aardig, hè? is niet aardig. Sorry, sorry, nee, sorry. Nee. Ja, we ja. weten niet wat, wat ze meemaken. Ja, he? inderdaad, ja, ja. Maar shit, ik maak ook shit mee. Maar, uh, ja, precies. Ze moeten niet suren, joh. Wij zien er gewoon goed uit, gelijk. Maar ik, ik wil zeggen, I take care of myself. Maar je maakte net de opmerking: je zeide, uh, jij zei uh, drugs, uh, alcohol. Was dat, is dat een onderdeel van je leven geweest? Het was vroeger heel erg, echt. ja? Ja. Toen ik heel jong was. Ik ben echt kookverslaafd geweest, ook gewoon echt, hè? Ja? Kook gerookt, bezen. Probleem, probleem oh, Bezen. Oh, daar bezen. heb je al genoeg gezegd. Gewoon. Ah! Ja, van, van waar kom jij, welke Wat eh, was Thiel? dat Be beten we oh gelderland doen ze dat daar ja <laughs> <laughs> nee, dit is niks toch nee maar er is, uh, well, man. <coughs> ik, ik dacht we hadden het over over een, uh, een snuifje hier snuifje daar wat jongeren wel eens doen je praat over bezen bezen man. gewoon echt heavy shit gewoon elke week pillen slikken 11 stuks gewoon op één avond je vraagt aan mij of het een onderdeel is van waar ik was opgegroeid. Ga gelijk even neus in. Dus ja ja. ja je, ik, ik wil je iets aanbieden, maar ik heb het nee, niet nee, meer, man. Die nee. tijd van mij is voorbij. Ja nee, dat is heel apart. Nee, ik, ik heb echt. Ik kan gewoon. Hoe moet ik zeggen? Was dat de omgeving? Of was ja, dat? Omgeving. Of was dat onzekerheid? Wat was dat? Ik ben ook heel nieuwsgierig, hè, naar alles. Oh, oké. Okay. Heel erg. Ja. Um, op school ook, hè. Ik steek altijd vinger op. Ja ja ja. Als je niks vraagt, kom je niets te weten. Ja, en ook gewoon bijvoorbeeld... Ik heb ook een telefilms gespeeld en in het theater. Als ik iets niet weet, ik vraag net zo lang... tot sommige mensen worden heel moe van mij. Ja. Maar dat kan me niet schelen, ja. want ik wil dat weten. Ja, um, ja dus toen zag ik zo'n mensen in mijn omgeving drugs gebruiken. Mm -hmm. Dat wilde ik ook proberen. Ja. Maar uh, dat is heel, heel apart gegaan. Ook wel heel mooi, hoor, moet ik zeggen. Hoe ben je daarvan afgekomen? Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ik was dus... Um, ik heb dus echt... Uh, Elke ben elke dag snuiven gewoon. Tjie. Gewoon echt elke dag haaien. Heb je nog een dingetje hier? Hoe noemen ze dat? Eén neus je, je, Doet het niet meer? Niet, oké. Okay. Ja. Is eens een grap waarschijnlijk? Nee, ja. dan voel je gewoon alleen uit één hier. Ja. Dus. Um, elke dag gebruiken, gebruiken, gebruiken. Pillen slikken ook. Oh nou, wow ging dat nou, wow, Elke week. Ja. De lange wacht toch? We alleen maar technofeesten ja. in de city, Impuls. Al die feesten gingen we naartoe. Nou, op een gegeven moment kwam ik dus thuis in de ochtend. En mijn moeder die is geboren op de Molukken. Mm -hmm. Dus die, die is op haar 23e heeft mijn vader haar hier naartoe gehaald. Verliefd geworden op de, op de Molukken naar Nederland. Dus ze, ze, ze spreekt ook een beetje gebroken Nederlands. Ik spreek thuis ook altijd alleen Maleis buiten Nederlands. Dat was de, de regel in ons huis. Okay. En zij, kwam, zij werd helemaal niks van drugs. zij komt thuis. Ik kom thuis. En zij vraagt aan mij: Waarom kijk je zo raar? Maar ik haai toch? Juist. Helemaal uit je plaat eigenlijk. Ja. Moet ik broodje ei maken voor je? <laughs> Als je drugs hebt, kan je niet eten toch? <laughs> ja, is goed man. Helemaal met droge mond. Helemaal eten. <laughs> zegt: Wat is er aan de hand? Waarom kijk je zo raar? Ja. En toen zei ik gewoon: Ik heb drugs op. Toen zei ze: Wat dan? Cocaïne. Wat is dat dan? Zegt ze: Laat ja. zien. Ik laat zien. Zij zegt: uh, Hoe werkt dat dan? Uh. Ik pak een cd-hoesje. Ik leg gewoon een dikke lijn. Voor haar neus, hè. Mijn eigen mama gewoon. En zij zegt, en nu? biljet, Snuiven gewoon voor haar neus. En zij kijkt. En zij wat zeg je? Wat voel je nu? Ik zeg, ik voel me echt geil nu. Echt, oh, lekker. Ja. Toen keek ze hem aan. Toen zei ze, ik ken mijn jongste zoon. Veel talenten. Dit duurt niet lang. Zegt ze zo. Mm -hmm. De week daarop. Stop. Hm. Zo krachtig was dat. Die zin. Dit is krachtig wat je hier zegt. Zo krachtig was dat, die zin. De fun was weg. Want ik ga, je, ik ga je eerlijk zeggen, ik zat hier heel judgmental te luisteren. Ja. Ik denk van, die was echt de weg kwijt toen. Ja. Maar jouw moeder was dus gewoon kalm daar, in haar ja. reactie. Ja, en dat heeft mij eigenlijk denk ik wakker geschud. Want wat ik net zei, fun was weg toch? Ja. Dat is haar, haar, hoe zeg je dat, perfect parenting. Yes. Zij, zij, gaat, zij gaat niet zeggen van, dat moet je niet doen. Maar zij zegt, oké. Okay. Dus zij liet mij zelf denken van, nou is het niet meer leuk. Dus eigenlijk de opmerking die jij net maakte, was niet eens een grapje. Dat je zegt van oké, okay, ik ben in een dip. Wat ga ik doen? Drugs, koken, ga ik weer drinken? Ja. Nee, ik koos Netflix kijken. Ja. Dus het gevaar was er op, het, op je diepste punt dat, die je, was er wel. dat, dat in ieder geval gedachten ja. speelde. Ja, alleen weet je het rare is, als ik nu een film kijk, hè, actiefilm, hè ja. waarin ze cocaïne snijven, hè, ja. heel mijn lichaam, kreeg gewoon kippenvel. Dat ik echt denk. Ja. Waaah. ja, 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 ja. Ik ben hele afkeer gehad. Ja, ja, ja. Ook mensen die ik tegenkom, die cocaïne snuiven, mm -hmm. ze praten lijp tegen mij. Ik praat niet, niet, praat niet eens met hen. Ja, ja, precies. Je hebt ook afkeercellen van mensen afkeer, die gebruiken. Die gebruiken. Ja. Ook al is mijn familie, ja, mijn ja, ja, ja. beste vriend, ja. ik, hoef, ik hoef niks meer met jou te maken te hebben. Want mm -hmm. waar, we, waar we het in het begin over hadden, ik moet mijn tijd nuttig besteden. Juist. Ik wil me alleen omringen... Met ga, mensen... ga dan liever een relatie aan. <laughs> dan met een kooksnuivende doet <laughs> ja, uh, in gesprek. Ja. Jullie levelen ineens. Waar nee. hij het over heeft, denk mijn man? Ja, toch? En dat is wel heel... Voor mij voelt dat wel heel fijn. Krachtig, toch? Ja, krachtig, krachtig. Beter, man. Maar het is dus... Uh, he, heel mooi verhaal. Het is dus je moeder... die die stekken eruit heeft kunnen trekken. Maar ja. ook op een kalme manier. Want mooiste... ik dacht, waar gaat dit verhaal heen, joh? Je zegt voor je moeder en... Ja, op de mooiste manier... Die je maar kan bedenken. En wat ik ook al zei: zij, zij kent mij. Mm -hmm. Ze heeft me opgevoed. Dus zij weet wat ik aan kan. Zij weet ook precies uh, wat zij moet zeggen. Dat heb ik ook bij mijn dochter. Ja. Je, kan, je kan dit niet. Elke moeder kan dit niet bij een kind doen. Mm -hmm. Elk kind heeft weer zijn eigen gebruiksaanwijzing, een ja. boekje. Yes. Maar zij heeft dus dit gebruikt. En ik kan haar nog zo zien zitten in haar badjas. En ze kijkt me aan en ze zei: gewoon, Ik ken mijn zoon en dit duurt niet lang, die zin. Mm -hmm. En in Maleis zeg je dan zeg, zeg je dan. Uh, Inissing lama. Ja. lama. <sat heen> en, en dat betekent... Dat nog steeds. Dit duurt niet lang. Dit duurt niet lang. Dit duurt niet lang. En precies hmm. één week... En ik zeg eerlijk, hè. Hoe, <saan> nee. hoe zeg je dat? Inissing lama. Inissing lama. Ja, inissing lama. En ik zeg eerlijk... Daarna... Heb ik niet eens van die... Hoe zeg je dat? Afkik verschijnselen of zo. Niet eens Gewoon niks heb want, ik... Want gewoon. je had het over bezen alles, man. Ja, joh. Ik had gewoon helemaal niks. Ik ging no. gewoon... Ik was gewoon... Ja. Ja. Herboren. Ja. Maar dat komt ook, denk ik. Um, ik kan me altijd wel fijn bezighouden. Mm -hmm. yes. um, ik, kan, ik heb nou een andere drugs gevonden, zeg maar. Mm -hmm. Voor in een plek. En dat was dan gewoon creatief bezig zijn. Daarom speel ik ook bijna elk instrument. Of schrijf ik gedichten, scripts voor mijn theater, grappen schrijven. Wacht even. Prins, je speelt elke instrument, zeg je me hier. Ja. Had er één meegenomen, je. Oké, na doop. Ja, ja? Okay, ja, en, en, dope. ja en, en toen ben ik dus ook naar een Nederlandse poppacreme gegaan. Ja. Om te. Uh, um, hoe, hoe heet het nou? Nou ga ik weer een beetje stotteren. It's all good. Na lange tijd. Hé, dan uh, Componeren. Iets meer lang, Ja. Wat zei je nou? Heel uh, lang. Juist, maar. Duurt niet lang. Ja. <laughs> dus, uh, ja, en toen. En, en nou, ja, dus ik heb gewoon. Weet je, de, de een vervangt de ander. Ja. En ik denk ook, als ik zo naar je verhaal luister, uh, op het moment dat je in je dieptepunt was, dat het uh, relatie uit elkaar ging, dat dat je ook heeft gered, dat je weer kon gaan spelen. Want, ja. Hoe zou het zitten als je nog steeds niet kon spelen door alle maatregelen? Nou, ik heb een boek geschreven. Oh, in die tussentijd dat In die periode tijd okay. heb ik een. Uh, ik heb ook een interview meegenomen. Hey, I love it. Ja. Heb je hem hier bij je? Ja, mag, kan ik hem nou pakken? Pak hem erbij. We gaan het gelijk representen. In die tussentijd heeft deze man dus een boek geschreven. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon een roman geschreven. Oh, wow. Kijk, dit soort dingen respecteer ik, man. Uh, Joshua Timisela, Liadorin. Ja. Ik wil je nooit meer zien. Juist. Ik heb gewoon een boek geschreven, ik kan niet geloven. I love it. Ja, man. Wow. Dit is ook veel, ik heb ook wat geschreven voor jou. Hé, hey. jij bent zo'n je... next level, ja, shit, man. <laughs> Gilly, veel leesplezier. Thanks dat ik in je show mocht komen. One. I love it. En ik ga hem lezen ook. Ja, het is, uh... Ik ga hem lezen ook. I love it. Thanks man. Alsjeblieft. I love it. Het is heel erg mooi gegaan. Kijk, mensen, moet, je moet mij niet uitdagen. Ja. Yeah. Iemand had dus ooit, omdat ik vaak moeilijkse programma's schrijf, wat mm -hmm. eigenlijk onzin is, want dit is voor iedereen, zeiden mensen vaak tegen mij, je schrijft alleen maar moeilijkse verhalen. Mm -hmm. Maar als je zoiets tegen mij zegt, motiveer je mij alleen maar om... Iets nieuws te maken. Ja. ja toen heb ik gewoon een... Dit uh, is hem. Uh, Want waar gaat het over? Het <laughs> is wel mooi over de liefde ook. Het gaat over een jongen die um, uit met zijn vriendin. Ja. Maar hij kan haar niet uit zijn hoofd zetten. Nee. Het lukt hem niet. Hij gaat met chicks afspreken. Ze zijn naakt, maar hij denkt de hele tijd. Dus de lezer krijgt het gevoel. Doe normaal, joh. Vergeet haar. ja. Ja. Dat heb ik ook gehoord. Mensen die hebben gelezen zeggen van shit, die gaan erin mee. Ik van... ik te irriteren aan hem. Ah, Ze wilden niet meer lezen, maar hij is echt close ja, ja, Hij gaat alleen maar eten aan haar, denk je. Ja, ja. ja. En op een gegeven moment um, is het een heel complot. Is er... ja, ik kan niet te veel nee, vertellen. Nee, 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 nee. want, ik, want ja, ik ga hem lezen. Ja, thanks. Het ga, dus, ja, wat er echt om gaat is uh, hoe gaat een persoon om um, met, met, een liefde, persoon met een persoon die maar niet wil verdwijnen? Die wil niet verdwijnen. En wat gaat die allemaal doen? Oké, vertel me niet hoe dat eindigt. I want to find out. Thanks man. I love Ja, en je it. I kan hem binnenkort presence. bestellen ook uh, online. Eh, via mijn ja. webshop, de Luchu Factory. Ja, doe ik al, die link komt helemaal goed. Ik kon hier niet promotie uh, doen. Ey, drop je shit, hier, want ja. hier, dit is behalve uh, dat we over de liefde praten, is het een platform voor onze mensen. En wie zijn onze mensen? Als jij je uh, uh, herkenbaar voelt in wat hij zegt, als je die passie voelt, als je denkt van hé, hey, ik heb dat ook, dan is dit onze mensen. Ja, toch? Dus I love it, thanks. En dit motiveert mij, hè? Want yeah. het is een stiekem, uh, een stieke, een stiekem een wens ja. om ooit of een boek of een film of een iets ja. te doen. Ja. Dus I respect it. Ja, man. Want ik heb jou ook met jouw broer dan samen toneelstuk ja. zien doen. Ja. Uh, uh, passie, uh, heel ja. erg molux, maar toch herken ik het als Surinamer. Ja, toch, ja. Uh, herkende ik gewoon die dingen die ja. jullie daar uh, bespraken. En I loved it. Ik ga een take a break. We can take a break. Oké. Okay. Toen ik aan het praten was, aan het vertellen. Leadorien. Lea ja, vertel. Doe aan het praten Vertel. iets met mij wat ik vaak in het theater ook heb, dan weet ik niet meer dat ik in een set zit, dan ben ik gewoon met jou aan het praten. Gewoon. Dus ik was helemaal vergeten net. Uh, de camera's helemaal vergeten net. En dat, dat is mooi. Dat is die dat is dat real shit, toch? Dat is real shit. Hé, hey, uh, Gilly's Loveline, hè, waarin wij broed eerlijk praten over de liefde. Met al zijn mooie en al zijn nasty-ass kanten. Want liefde kan goed nasty worden. Uh, jij hebt gedeeld hoe je dat hebt ondervonden. Jij had een beeld. Ja. Uh, over hoe het eruit zou zien. Ja. Het is niet zo gelopen. Nee. En dan? Ja, dan is het een kwestie van schakelen. Hè? Maar is het zo makkelijk als dat jij zegt? Mimon? Nee, het is niet makkelijk. Begrijp je? Het is niet makkelijk. Want hoe heb je jezelf daar gebracht? Want ik begin nu een beetje dus. Jij hebt gedeeld. Ja. En ik krijg een profiel van jou. Ja. Ook met je jeugd, alles. Dan ja. zie je al van. Jij bent sowieso gevoelig. Sowieso. Super gevoelig. Ja. Ben ooit onzeker geweest. Wat ik altijd denk bij onzekere mensen. en iedereen is op een bepaalde vlak misschien iets onzeker. maar de een meer dan de ander. Ja. Bij de ander speelt het een heel groot onderdeel. of heeft het gespeeld van zijn of haar leven. Ja. Uh, maar dan krijg je een reactie op bijvoorbeeld jouw theaterstukken of de mooie boeken die je schrijft ja. en daarin maakt niet uit wat voor het verkeerd beeld jij over jouzelf hebt je ziet van hey wacht even mensen waarderen mij ja. uh, mensen vinden mij grappig mensen vinden mij inspirerend misschien vinden sommige mensen mij zelfs mooi dus vergeet wat jouw beeld is over jouzelf ja, 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 ja. jij kan niet ontkennen van wacht even maar deze mensen hebben dit beeld van mij hoeft niet per se de waarheid te zijn klopt klopt maar is wel iets waarmee je wordt geconfronteerd. Ja. Uh, dus ik denk, ja, jij bent gevoelig. Jij bent op enige moment onzeker geweest. Nee. Uh, maar jij zal ook waarschijnlijk in strijd zijn met jezelf. Ja, kijk, door, door die onzekerheid. heeft jaren geduurd, toch? Het okay. hele proces. En waar ik nu ben, ben ik nu ook gewoon veel zelfverzekerder geworden. Dus nu laat ik me niet zo snel over me heen laten lopen, zeg maar. Snap ik bedoel. Ben ik veel harder. Als je jong bent, dan ben je nog fragiel. Ja. Snel breekbaar. Mm -hmm. Maar door al die jaren heen, creëer je eelt. Mm -hmm. Dikke huid. Wordt steeds sterker. Ja. En dat merk ik nu ook gewoon met afspraken. Deals die ik nu maak, bijvoorbeeld. Ja. Dat ik veel harder ben. Snoeihard soms. Mm -hmm. Omdat ik me nooit meer zo wil voelen. Ja. Je dus gaat ik geen misbruik me... van mij maken. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. En dan kan ik echt een duivel worden. Als het echt gaat om mijn business of om mijn dochter. Als Juist. ik iets moet beschermen wat van mij is. Mijzelf ook. Toch? Dus ook in de liefde. Want we hebben het nu ja. over business, maar ook in de liefde. In de liefde? Want je dan... brengt het nu heel erg verzekerd inderdaad. Je. Ja, dan, kan, dan is dat ook in de mij. liefde. Ja, ja. Zo erg dat je misschien zelf zegt, ik ben klaar ermee. Precies. Hoeft voor mij niet meer. Nee, precies. Je zit ik herhaal het, want ik wil ja. je eruit halen. En, 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 en dan ben ik er ook echt klaar mee ook. Ja, ik hoor ik het. Ik zeg het vaak toch, ik zeg nooit nooit. Soms kom je de ware tegen. Oké. Okay. Dat kan. Ja, Want ja. we weten niet wat het is als ik zo meteen naar buiten ga. Zometeen komt er een ja. dame en er is een klik. Kan. Ja. Maar hoe ik er nu in sta. Je kan het je niet voorstellen. Nee. Ik kan het niet voorstellen. <laughs> dat jij wordt uh, afgeleid. Nee, kan niet Want voorstellen. Want jij gaat hier. Ik heb een doel. Ik heb een doel en daar moet ik heen. Maar je, je weet ook wel al die keren. Jij zegt, uh, uh, je hebt drie relaties gehad. Ja. Toch? Maar je kan ja. toch ook wel herinneren dat al die drie keren jij niet de regie had. En het liep zoals het liep. Juist. En dat gaat je weer overkomen, wie was? Ja, snap ik. Dat <laughs> is love, hè? Dat is love. En dat is kijk, weet je, ik moet wel, wel eerlijk zeggen. Dit moet ik wel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik denk soms wel aan. Ik denk er soms wel aan. Van, is logisch. Waar denk je aan? Stel, denk ik. Toch ga ik fantaseren of visualiseren. Juist. Er is een meid in mijn leven nu. Hoe gaat zij met mijn dochter om? Hoe gaat zij in huis? Gaat ze de shit opruimen? Gaat ze respect hebben voor mij als ik uh, te veel aandacht aan mijn dochter geef? Ga ik ook denken, hè? Mm -hmm. Van, ja, hoe, dat zou ook wel mooi zijn, eigenlijk. Ben jij een overtinker? Um, ik denk een over, 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 overtinker. <laughs> <laughs> nee, ik denk soms denk ik te veel. Ja, ja. Maar dat komt ook omdat ik creatieve geest ben. Juist, ik juist. it. Dat heb je zelf ook. Ja. Wij gaan heel snel alles ontleden, toch? Ja. Ja. Als je muziek hoort, ga je ook al oh, heel veel sporen zijn, dit, of Doe dit. film kijken dat. Film alles. Ja, toch? Ja, ja precies. Ja, ja. Je gaat alles bestuderen. En dat is ook met live. Ja. En uh, dat kan soms ook een obstakel zijn. Mm -hmm. Kan ik me voorstellen. Ja, omdat je dan even niet weet waar je bent. Juist. Ja. En dat is het wel belangrijk om dan wel juist die focus te houden. Wat was jouw mooiste relatie van die drie? Deze. Deze, deze eh, toch wel, hè? De deze die je uh, deze bijna de... had gecrashed, tenminste. potentie Ja, dat was de mooiste relatie. Maar toch ga je ernaar terugkijken dat het de mooiste relatie was. Ja. Mooiste relatie, van alle relaties was dit de mooiste. Ja. Want, um, uh, hoe moet ik het zeggen? de klik was er, snap je wat ik bedoel? Juist, ja, juist, juist. Die niet vanzelfsprekend ja. is, by the way. Ik kom met zij hield bijvoorbeeld, zei ik alleen maar fijn over haar te praten. Is niet erg toch? Is hey, het niet erg toch? Als het maar uh, de waarheid is. Is maar uit mijn hart. Ja, ja als het maar de maar, waarheid nou, is. Nou, ja, ja. Dat is al, alles wat ik van je vraag. Ja, ik kon bijvoorbeeld met mijn ex, kon ik bijvoorbeeld gewoon de hele dag voetbal kijken. Oh, Ze hield ook van. Ja, ja, ja. ja. En dan ging, je echt, ging zij ook gewoon echt zeggen: Ja, maar als hij die had ingezet, gingen we echt discussiëren. En zij ja. zegt zij ook gewoon Raken dingen, weet je Dat zijn kleine dingen, sorry. Hele kleine dingen. Ja. Als we ergens naartoe gingen. Kleine dingen, maar grote dingen. Juist. En dat, waardeer, dat ja. vergeten we soms, hè, die hele kleine Juist, dingen. Juist, daar zit het in. En um, ja, de, en dat was wel um, wat ik uh, heel erg uh, soms wel mis. Die mensen, want jij gaf, ja. je gaf net het voorbeeld van hey, we leven in een tijd waarbij Instagram en, en de image ja. en dat soort dingen. Ja. Die mensen. Naar mijn mening, maar ook naar wat ik heb gezien. Ja. Die gaan op een punt ergens tegenaan komen. Juist. Waarin je dat niet meer trekt. Nee. En weet je wat dat met je doet? Dan nee, ga je onderuit. Van dat soort mensen verwacht ik juist, hey, voor mij hoeft het niet meer. Juist. Ja, <laughs> Al ja. die fake shit. Ja, yes, fake shit, dat is het. Ik had een keer connectie met. Uh, and, uh, I'm, I'm very big on music. Is ja. heel belangrijk ja. muziek. Muziek, juist. Ja. Heel ja. belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. En ik heb maar één keer meegemaakt. Uh, en ik heb veel vrouwen gekend. Ik heb ook niet veel relaties gehad, nog minder dan jou. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb wel veel uh, connecties gehad en connecties. momenten met vrouwen. Ja. Uh, en er zijn maar één tot twee, maar eentje echt waar, waar, waar ik kan zeggen qua muziek. Dat is heel belangrijk, want ik ga diep hè, met muziek. Ja toch? En ik neem serieus, uh, muziek heel erg serieus. Ja maar het is ook serieus. Waarin wij level. Mooi is dat hè? Uh, uh, wij konden zelf. Uh, uh, want ik ben fysicaal. bevrediging. Dat is hem. Maar check. Nee, je, je, je lacht. Want wij zouden dus... Uh, uh, zij was freaky. Ik was nog freakier. Juist. Dus wij deden dingen. Verboden freaky. door Gado. Uh, ja, en, en je kan, freaky Dicky. Freaky Diki. Freaky ja. Mijn moeder moet die seksteven niet vinden, zeg maar. nee, 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 nee. Niemand. Niemand gewoon. Nou... <laughs> Nee, maar Freaky Dicky. Ja. Maar waren hadden dus momenten, dat was ons eerste moment en ik denk dat daar de verliefdheid begon. Ja. De plan was weer om heel erg Freaky deaky, nasty Nestie, Next Level, te doen. Ja. Maar we bleven hangen in muziek luisteren tot in de ochtend. En dat was die muzikale bevrediging oh, ja. waar we het over hebben. Dat is mooi. Hè? Want is, uh, ik heb nog nooit iemand ontmoet waarmee mooi, ik op ja. een level was. Want. want ik ga van. Uh, ja. Ik ga van. Uh, uh, van Akelly, ja, nog steeds. Van Akelly-muziek. Ja, ja, ik ook wel. Naar Sam Cook. Ja, toch? Naar Michael Jackson, ja. PYT. Oh. Ja. Naar Surinaamse muziek. Ja. Naar danshal. Ja. En als ik daar klik, denk ik, yo. Ja, man. You are me. Ja, toch? Mooi is dat, hè? <laughs> dat is mooi. Dat is mooi, hè? En dit is dan op muzieklevel, maar dat kan ook zijn op. Uh, Film. Uh, ik, ik, ik heb ook wel eens geklikt met. En met eten? Een, Hoe belangrijk is eten dan? Eten is belangrijk, alleen uh, ik heb een periode gehad waarin ik uh, ook heel erg dol was op fitte meids. Oh ja. En als die heel erg. Uh, uh, maar ik heb alles gehad hoor. Ja. En dan ja. maakt het niet zo uit. Maar eten is niet op die level van muziek, moet ik eerlijk zeggen. En okay. mind you, ik ja. ben een kok. Oké. Okay. Ik hou van koken. Misschien juist ja. daarom. Ja, 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 ja. Ik ben ja. zo vervelend dat als ik met een uh, uh, dame zou gaan, ja. ik verwacht dat zij kan koken. Juist. Maar ze zal nooit koken. Hoe kan dat hè? Ik kook. Surinaamse ja, ik kook. man. Ik kook. Ik ben kook. Ik kook. een Surinaamse man. Ik kook. Ja, ik ben ook zo. Ga rustig zitten. Ja. Bespoiled. Ja. Mag je kort verhaal vertellen over koken? Absoluut. Um, mijn vader is kok, echt chef kok, mm. en mijn moeder kan heel erg goed koken. Die kookte altijd alles, allemaal luxe. En vanaf jongs af aan was dat mijn. Uh, ook ja, mijn mag pas. ik even tussendoor, omdat Deel. ik het niet zo goed ken. Ja. Uh, wat is een luxe gerecht dat je gegeten moet hebben? Ja, echt luxe gerecht is papeda. En dat is iets wat ik gegeten moet hebben, wil ik zeggen van A. Jij jij ja, ook van, hey hier, echt luxe. En op dat moment luxe. ben ik meluks? luxe. Dan ben je echt, ja, dan als je okay. dat kan eten, niet iedereen kan dat eten. Oh, dat ook nog? Ja, ja, ja. ja. Niet iedereen kan dat eten. Daar dus moet je echt mee opgegroeid zijn. Oké, okay, oké. Okay. Dus mijn moeder heeft mij alles geleerd en mijn oma ook. Ja. Um, alle gerechten, echt mm -hmm. veel gerechten kan ik ook maken. Ik hou ervan om te koken. Want jij zei de de man moet koken. Toch Ze moet ja, wat er is. De man moet koken. Als je een vrouw ziet eten, wat jij hebt gekocht, yes. is toch lekker toch? En jij je heb ook, je, je hebt ook een woord daarvoor? Wat voor bevrediging is dat? Uh, <laughs> I'm gonna give you room. Ja, ja hoe noemen we dat he? Uh, zeg je dat? Uh, we komen er dadelijk op. Ja, komen er dadelijk. He, waar is je creativiteit? Ja, maar was ook die, ik zat in die verhaal. Ja, dadelijk, dadelijk. Ja. Oh, sorry, ik ja, onderbreek je. Jouw moeder, ja. jouw vader. Dus zij ging koken, altijd koken, koken, koken. En altijd met kerst eten wij altijd gele rijst. Mm -hmm. Met pandan, Dat is geel. Ja, ja, ja. ja. Gele rijst, dat is standaard. Mm -hmm. Standaard, gele rijst. Wat gebeurt er? Mijn moeder maakte het altijd met kerst, gele rijst. Mijn moeder overleed. Dus, geen gele rijst. Nou gaan we een hm. beetje spiritueel, hè, als je het erg vindt. Dat is ja, wat we hier ook doen. Ja toch? Dus, wat gebeurt er? Ik ging die avond, ging ik bidden. Ja. Niet naar God, maar naar mijn moeder. Ja. Echt hè, ik ging bidden. Ik ga naar haar vragen. Mama, we gaan zo meteen kerst in. Hm. En we hebben geen gele rijst. Hoe dan? Kan niet toch? Hm. Kerstmoeder had een gele rijst. Bro, Mijn moeder kwam in mijn droom. En heeft uitgelegd hoe ik dat moest maken. Volgende dag gele reis op tafel. En toen wist ik, ze zijn er. De mensen die, misschien gaan we nooit te diep in dingen, maar we gaan die, nooit te diep. Ja, de hier. mensen die al zijn, die zijn overleden, zijn die zijn er. Dat is voor mij het bewijs. Ja. Zij kwam gewoon in mijn droom en heeft mij stap voor stap uitgelegd hoe ik gele reis moest maken. Ik heb gemaakt. Aan het eind zei ze wel, ik moet dertien pannen maken. En tot op de dag van vandaag weet ik niet wat ze bedoelt. <lacht> <Okay>. <lacht> maar maar het echt heel de stappenplan van gele rijst heb ik gewoon... Maar hoe emotioneel was dat? Ik, echt, ik kreeg niet... Dat moment. Dit, ja. Ja. Dus ik werd volgende dag wakker. En ik zei toen tegen mijn ex-vriendin nog... We gaan gele rijst eten. Ze zei, hoe? Ik zei, mama's geweest. In mijn droom. Ja. We zijn gaan naar de toko gegaan. Ik heb alles gekocht. En ik heb die avond gewoon zo'n grote pan gele rijst gemaakt. Iedereen eten. Mm -hmm. En dat mooi. vind ik ook mooi in onze cultuur... In Surinaamse cultuur heb je dat ook, mm -hmm. dat er meer is hè, tussen hemel en aarde. En daarom klikt het bij mij ook nooit zo vaak als ik met een sorry Nederlands meisje ging praten. Of Waarom sorry? is niet ja, nodig. Het, het, ja. Omdat. Nee, ook, er ontbreekt wat. Het uh, ja. is niet hetzelfde. Dat, nee, dat kan. Dat, is, dat, kan dat, ja. dat kan. En ik begrijp dat uh, uh, he, heel goed. Het zijn belangrijke dingen. Het zijn belangrijke dingen, me? want dat zijn een ja. deel van jouw cultuur, achtergrond. Juist. Die gewoon meespelen. Dus je kan het niet ontkennen. Het ja. is er gewoon. Ja. Eh, soms willen we ook niet dat het er is. Mm -hmm. Toch ga je, weet je, die enge dingen bijvoorbeeld, maar het is er. Weet je wat ze zeggen over eten is heel belangrijk. En dat is waar tegenwoordig. We leven nu in een tijd. Ja. Airfryer, magnetron, alles erin gooien. Dat eten ding is cultureel eigenlijk. En het verdwijnt. Het verdwijnt. Ja. Is eigenlijk het moment waar je juist niet snel moet zijn en ja. haasten. Juist. Alles moet snel Het gaat ja, ja. niet alleen om dat eten. Ja. Het gaat over het voorbereiden. Juist. Nu iedereen wacht erop. Ja, het het wordt gemaakt, relax, ja. wacht op je Beetje eten. Praten. En dan is het er, ja. hele maaltijd praten, dat soort dingen, klagen. Bap, bap, bap. Ja. Dat moment is aan het verdwijnen. Ja. Want nu draait het om zo snel mogelijk iets op tafel ja. willen hebben. Sterker nog, ja. mensen ja, eten, ja. eten meer alleen dan ooit. Ja. Ja, Ik hè? ook. Ja man, je hebt gelijk. En verder ja, met ja, mijn shit. Ja. Het is niet boem, want dit verdwijnt. Ja. Het verdwijnt hè? Ja, het verdwijnt. Ja. Jouw gele reis van jouw moeder. Ja. Dat moment. Ja, ja je hebt gelijk. Ja. We hebben er allemaal druk. Ja. Alles moet snel. Alles moet snel, ja. maar het is een heilig moment, ja. want dat eten bestaat niet alleen uit het eten zelf. Alles eromheen. Ja. Het voorbereiden, ja. het bij elkaar komen, tijd nemen, zitten, take ja. your time, eten, proeven ja, verschillende gerechten. Ja. Dat verdwijnt ja. en dat is jammer. Dat is wel mooi. Als je, als je vroeger bij je oom of bij je tante kwam en je ruikt de knoflook en de ui, gaan ze nou? Ja, dat is lekker. Is, is alleen knoflook en ui? Is alleen knoflook en ui? Ja, dat weet je. <laughs> Ze gaan beginnen Ze bouwen toe. Ze maar je hebt helemaal gelijk wat je dat zegt. Ja. Dus ik wilde dat nog het weer. Het proces maar, is, maar, is zo Dat is waar we zijn. Ja. Het eten niet eens zelf. Het proces gewoon. Want, ja. denk even aan de laatste maaltijden van jezelf. Ja. Is snel, snel. Ja, Alles snel. Of, of vergeet snel, is alleen. Ja. En A, snel? Alleen. En, en snel. snel. Ja. Maar al, dat alleen-factor ook. Ja. Daarom ben ik dankbaar voor mijn vader. Mijn vader kookt nog elke dag. Mooie. Ja. Met ons in zijn gedachten. Ja. Ze kunnen langskomen. Ja, die gedachte, ja. Nog steeds. Ja. En, en, en daar, daar is hij dan een hele grote voorbeeld in. Ja. En daarom zeg ik elke meid uh, uh, of vrouw of, uh, of toekomstige partner: uh, je gaat helemaal geen pan aanraken. Nee. Je gaat gewoon rustig zitten. Ja. Chillen. Ik kom eten voor je brengen. Ja, toch? En als je waardig bent, ga ik je voeren. Voeren. Vol. Voeren. Belangrijk. Ja, ik vond het ook heel vreemd dat ik van mijn moeder vroeger. Wij waren met z'n vieren thuis. Mama, waarom twaalf snitsels? <laughs> Waar zijn met z'n vieren. En mm -hmm. ja, dan zei ze: wat je net zegt. Ja, je weet nooit, hè. Je weet nooit, ja, ja. Komt de deurwaarder langs? Ja. Die kan M ook mijn eten. Vader deurwaarder. Nog steeds. <laughs> mijn vader nog steeds. I love it. I love it. Belangrijk. Ja, maar dat was even een size-dingetje? Nee, dat is onderdeel van. Het is helemaal ja, geen ja. size. Dus dat is ja, onderdeel van. Dus dat vond ik wel, um, ja, dat is mooi als je gewoon met een. Um, mensen die dat snappen, toch, die dat begrijpen. Ik ken ook heel veel Nederlandse mensen. Hollands echt white, zeg maar. Die er echt voor openstaan ook. Ja, je hoeft niet goed te praten. <laughs> ja. nee, als het er niet is, is het er gewoon niet. Ik zeg het niet. Nee, I get it. Maar ik zal, ik, ik wil dan, als we toch daar zijn, ja. zal ik je wat zeggen. Ja. Uh, en dat is het mooie aan Nederland. Mm -hmm. Vroeger, als je bij uh, een verjaardag ging van een wit man... Is het de cookie en je hebt hem ineens helemaal eruit en dan gaat het weer dicht, hè? Juist. Nu, is het niet meer? Nederlanders hebben ook eten koken, ja, ook alles veel. En dat hebben ze van ons overgenomen. Ook veel, hè? Net hoe wij dingen ook ja. hebben overgenomen van die witmas, Maar als ik dat zie, <laughs> dan ben ik trots. Dan zeg ik, dat heb je van alle getonen. Dat, je alles, dat jullie een... nu ook feesten geven nee. met eten. Nee, is een beautiful thing. Ja. Dat is ja, mooi ja. aan Nederland. Ja. En dat is het mooie. En daarom ben ik... We leren ik ook, van elkaar. We leren van elkaar. En daarom ben ik ook blij dat ik een Brada hier heb. Ja. Uh, om te zien van, hé, hey, <laughs> hij is heel erg open... We're all the same. En helemaal over, ja. als het op liefde aankomt. Uh, ja. Wij hebben dat dan niet zozeer. Ik haalde het net aan van hey, hoe zit dat bij jullie in de gemeenschap? Hoe kijken ze daarna? Ja. Uh, getrouwd en al dat soort dingen. Uh, of daar verschillen in zitten. Ja. Maar los van verschillen, er is altijd een raakvlak. En dat is. When we're broken-hearted, we're ja. all broken heart. Het kan kapot gaan bij iedereen. Ja. <laughs> ja, laten we het nu houden. Nee, je bent me gelijk. En guess what? Want je bent nu. Uh, het gaat goed met je. Maar had ik je het acht maanden geleden gevraagd, dan was het een ander gesprek. Ja. Was Denk je? Het was ja. een ander gesprek geweest, het was een toch? heel ander gesprek. Ja. Dan was het gewoon um, geen gesprek. <laughs> oh, je zou hier zitten. <laughs> nee, was geen gesprek. Ja, je had ineens een boek voor me gesprek. Nee, Maar als ik, stuvel, als, ik, nou, als ik zou moeten zitten, dan weet ik niet wat ik... Ja. Dan, ik was het gewoon, op dat moment was, het, was ik gewoon... Uh, ja, het is heel moeilijk om te zeggen, ik was mezelf niet. Want dan was ik wel, want ik was er. Ja. Alleen, um, um, ik moest gewoon um, vader zijn ben ik nog steeds. Ja. Maar dat is gewoon wennen dat je in één keer alleen bent. Hé, hey, maar jij, sorry hè? maar jij tussen die moeders hè? Ja, vaak, vaak dus tussen moeders. Alleen maar. Alleen maar. Maar die zullen toch ook kijken: van, wat een sexy man is dat eigenlijk? Ik zet op slot. Uh, uh, jij, jij bent totaal niet benaderbaar voor de ben sexy man. echt. Zonde hè? Zonde, zonde hè? Weet je wat je Ach, daar laat liggen, maar je hebt niets behoefte aan. Ja. Nee, maar veel mensen zeggen: ja, ja, Zeker man, die mannen man. zeggen: hé. Hey. Ja man, maar nee, moet je ja, bent nu een uh, feest. Weet je, weet je zeggen ze tegen mij. Weet je hoe sexy dat is? Als vrouwen een zien vrouw, dat je alleenstaande man. man bent. Wat je net omschrijft, je zet lichtjes voor je, je staat ja, op. Vrouwen, vrouwen hebben mooi. jou horen praten, nu. Ja. Gaan in jouw DM komen, geloof ik. Ja, dat me. maakt mij niet uit. Ja? Ik, ik kan altijd DM'en. Over het lees is terug. Nee, nee, maar niet. Tuurlijk, je nee. kan, kan, kan me altijd DM'en. Ja, hij, hij gaat nu stotteren, hè? Hij gaat nu stotteren. Haha, ik ga aanraken. Nee, maar. Um. Ja, maar nee, ik. Ja. Misschien komt dat nog, hè? Zeg ik eerlijk. Ja, nee, het komt eruit. Komt, komt want het is, 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 is. Kan niet anders, eh, toch? Weet je wat ik herken? Want, nogmaals. Je zit vol liefde. Is zonde als het nergens naartoe gaat. ga Naar je dochtertje, ja. Maar jij verdient ook iets anders ja, ja. dan het. Uh, ja, je dochter gunt het je ook en gaat het je later nog meer gunnen. Zegt ja. van, hey papa is Superman. Ja. Ik ga riel met je praten. Ja, 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 Mag ja. het? Ja, natuurlijk. Vind ik alleen maar fijn. Wat jij hier hebt omschreven. Ja. Jouw dochter kijkt naar jou. Papa is Superman. Ja. De nummer één. Er bestaat geen betere man dan deze man. En dat gaat alleen maar groeien. Ja. Moet je nagaan als zij 12 wordt. Ja. Als ze 16 wordt met alles wat erbij komt kijken. Gaan we ja, eens ja, ja. over hebben? Ja. ...papa blijft superman. Ja. Zij gaat superman... ...gelukkig willen zien. Ja. Ja, jij, jij zegt, ik heb geen behoefte aan en zo. Ja. Maar het is vers. Ja, dat is wel... zij, ziet, zij ziet, die vader is liefdevol. Ja. Hij heeft genoeg liefde... ...om ook een beetje aan een ander te geven. Ja. Niet alleen aan, hem, aan mij. Ja. Ja, ja, het is heel toevallig dat je dit zegt. Op een gegeven moment zei ze... eerder zei ze tegen mij... ...als, als papa centjes heeft... Kan je, kan, je, kan je toch ook gewoon een vrouw kopen? <laughs> <laughs> vijf jaar, zie vijf jaar <laughs> Ik zeg, waar moet ik voor ook open? Zeg <laughs> ze, uh, plein, Theater, Winkelcentrum Center, Zuidplein. plein. <laughs> nee, dit zijn mooie dingen. Nee, maar je je hebt helemaal gelijk. Begrijp je? Ja. Er komt misschien wel. Nee, maar een iemand heeft dat tegen mij gezegd, namelijk. Ja. Je, jij ja. zit vol zoveel liefde, man. Ja. En dit en dat en zus en zo. En ik zeg dit omdat ik reageer hetzelfde. Ja. Daar moet je wel zin in hebben, hè? Ja, precies. Daar moet je wel zin in hebben. Ja. En moet, toch? Maar je moet ook een beetje lef hebben. Wij moeten ook een beetje lef hebben, denk ja. ik. Om te zeggen van, you know what, dan val ik maar weer op mijn bek. Ja. Maar het zou dood, doodzonde zijn om niet eens te proberen. Want dat, geldt de, want dat heb je dus wel over voor jouw carrière en shit. Ja. Jij durft ook op zo'n stage te staan met een nieuwe voorstelling. Ja. En uh, als, als, ze, als ze niet zo lopen, lopen, niet zo, maar ga het wel doen, gek. Ja, toch? Doen ga ik, ga, doen, ga ik het doen. Ja. Klaar, het uit. Ja, precies. Zelfde opstelling in de liefde, mijn ja, man. Ja, 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 ja. ja. Ja, ik, ik, ik laat je denken, hè? Ja, jij, je laat me dus, zeg maar, op dit moment denken. Stel, ik word gewoon weer verliefd. Ik, ik zou niet eens weten hoe dat... Ik weet niet meer hoe dat voelt. Hoe dat voelt? Verliefd zijn. Juist. Is een jaar geleden? Oh nee. Toen, het, toen het nog goed ging. Maar, laat me zeggen, drie jaar geleden. Van mijn ex. Verliefd worden, ja. Ja, is zeven, ja, toen ik echt zeven jaar geleden dan. Ja, toen was het op zijn. Uh, weet je, de eerste maand. Nee. Juist. Is altijd leuk, toch? Juist is half jaar is ook leuk. Ja. En voor mij is altijd: als je de eerste drie jaar nog steeds redt, dan is het meestal al. Reden. Ja, is dat hem? Dat denk jij? Dat denk ik. Okay. En dat had ik, dat dacht ik. Okay. En toen kwam in jaar vier, jaar vijf ja. en dacht ik: oké, okay, dit is forever. Ja. Krijg je een kleine, dit is forever. Want, want, want ik, ik, zeg, ik, ik heb jou gezegd, ik ben ook eens met uh, uh, je. Uh, vergeet niet vreemd gaan, want ik ga ook nooit vreemd als ik in een relatie zit. Een keer dat ik in een relatie heb gezeten. Maar ook zelf als jij degene bent die vreemd gaat met een ander mans vrouw. Ja. Dan ben, maak je onderdeel van dat dingetje. Ja. Maar voordat ik daar was. Ja. Als een meid tegen me zei. Hé, hey, ik zit al zeven jaar in een relatie. Zeg ja, yeah, het is een goed moment om vreemd te gaan. <laughs> die doet ben ik ook geweest. <laughs> Waar wow, niet meer. we heeld. zijn geheeld. zijn geheeld. Helemaal. Nee, want ik lach er wel over. Nee. Maar is niet cool. Er is niks leuk aan. Zo'n man wil je niet zijn. Nee toch? Ik ben wel vaak geweest, maar ja, wil je niet zijn. Je, je hebt meer te bieden dan die. Want, uh, moet ik het reel houden? Ja, sowieso. Uiteindelijk. Ja. Je Hè? mag het inkleuren voor jezelf. <laughs> dat je, haha. Hey, dit, uiteindelijk ben je maar een side doet Ja. Precies. Terwijl in live ben ik de main dude. Snap je? Niemand wil een side dude zijn, toch? Want niemand dat? wil een side dude nee, zijn, niemand toch? Niemand wil een side dude Dat nee. is die tori. Dat is die tory, ja toch? Niemand wil dat Niemand zijn. wil dat. Wij is moeten niet nummer, sexy, één, man. nummer één. Is dude. niet sexy tegenover jezelf. Ja toch? Shit. Shit, ben ik... Shit. Nee. Ja toch? Ga je slapen? Ja, ben ik die side dude? Nee, ja. Ik wil die ene side Je die ene zijn, Dan De main dude. De main dude. Dus nee. De main dish. In 2001 de main dish. Eet me op. In 2021, wie nog condone dat shit. Maar er is dus een tijd geweest. <laughs> maar die is er niet meer. Nee. nee. Die is niet meer, is voorbij. Hey Joshua, in, uh, Gilly's love line, in Gilly's Love Line haal ik tussen de miljoenen quotes die er zijn, elke keer eentje tevoorschijn. En dan wil ik altijd inzoomen met mijn gasten erop. Om te kijken: van, hé, hey, hoe denken wij daarover? Ah, mooi. Ja? Want ze zeggen namelijk: uh, in de liefde moet je geduld hebben. Maar wanneer het tijd is om te zeggen genoeg is genoeg. moet je dat wel herkennen. Ik herken heel veel. Waar we het eerder over hebben gehad. Toen, het, toen zij wegging, mijn ex. heb ik ook niet meer gezegd: van, Ach, Kom alsjeblieft terug. Laten we het nog één keer doen. Toen was het ook genoeg, is het genoeg. Hoe pijn het ook doet. Je wilt, ik wilde. Terug. Maar dan dacht ik. Dan gaan we weer. Moet ik weer op mijn tenen lopen? Kan je eerlijk zijn? Natuurlijk. <tus> en ik, deze volgende opmerking die ik ga maken is niet. Uh, gaat niet eens om haar. Maar ja. deze gaat om jou. Okay. Denk je dat je daar bent. Uh, want je hebt het vooral over een leuke tijd. Wanneer het over jullie gaat en over de klik en al dat soort dingen. Mm -hmm. Als zij terug zou komen en zeggen. En ze zou precies. De woorden uitspreken die jij wilt horen. En ik ga een voorbeeld zetten. Ik weet, ja, 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 ja. Ik, weet, ik, ik weet niet of dat de woorden zijn. Ja. Maar zij zou zeggen, Joshua, check ze uit elkaar. Ik zie mijn aandeel in waar het mis is geweest. Het spijt me. Dat ons gezin er niet meer is. Het vreet me dat ons gezin er niet meer is. Ik herken waar jij mij kwalijk neemt. Laten we het niet nog een keer proberen. Laten we het doen. Weer en beter dan ooit. Wat zou jouw reactie zijn? Eerlijk. Zonder ego. Zonder cv's. Als je daarover nadenkt. Van damn, hoe zou ik daarop reageren? Um, dan zou ik zeggen. Laten we eerst even wat gaan eten samen. En laten we dat gewoon uh, een half jaar doen. Eén keer per twee weken of zo. Maar niet gelijk weer in die bubbel, in die basis. Maar toch, maar toch openstaan. Die staat open. En waarom staat het open? Voor haar. Voor mijn dochter. En voor ons. Allebei. En niet of of en en. En daarom stel ik die vraag. Want ja, ik, wilde en, hoor, en. Ik, wilde, ik wilde horen wat je zei. Ja. Want je zegt voor je dochter, ik begrijp dat. Ja. Maar tegelijkertijd... Begrijp jij ook, want dat heb je ook uitgesproken. Ja. Dat het moet meer zijn dan dat. Ja. Want jouw dochter is alles natuurlijk, dat is waar. Ja. Maar, ik moet zelf daarom... maar los van, van jouw dochter en ja. die, die, de, de, je dochter, de moeder en jij, heb je nog jullie. Snap je? Ja, en dat vind ik heel belangrijk. Zou je dat nog een kans geven als zij de juiste dingen zegt? Um, nee. En, en jij gelooft het uiteraard. Nee. Je zou het toch geen kans geven? Nee. Is niet genoeg. Is niet genoeg. Omdat. Um... Da daar is... Ik ben te veel geschaad. Oké. Okay. Wat jullie hadden, is niet meer. Is niet meer. En zo be it. Ik wil wel vrienden worden hoor. Als, als God het wil of Doe zij het wil. Is dat nu niet het geval? Um, nee. Nu is gewoon gewoon. Uh, Onder twee weken gaat mijn dochter daarheen. En dat is En dat is het. Terwijl ik dat helemaal niet fijn vind. Maar dat is de situatie. Dat is de situatie. En uh, ik kan daar heel moeilijk over doen. Maar aan mijn kant is gewoon vrede. Ik ga geen rare dingen doen. Ja. Dat vind ik ook niet fijn voor mijn dochter. Juist. En wat ook zo is. Ik wil dat mijn dochter als zij groot is... altijd kan zien... mijn vader is altijd eerlijk geweest. Mm -hmm. Heeft nooit slecht over mijn mama gepraat. Dat is mijn trofee. Om gewoon altijd eerlijk te zijn tegenover mijn dochter. Want al, ik, merk, ik, ik merk... en je, dit, is niet, dit heeft geen antwoord nodig. Okay, okay. Ik wil gewoon zeggen... ik merk dat je inderdaad heel erg... Uh, daarmee bezighoudt. Je houdt je, uh, je, je, je. Dit is wat ik zeg erover, ja. Klaar. Maar dat is goed. Ja. Het uh, houdt mij nu niet meer zoveel bezig. Okay, In okay. de zin van ja. uh, mijn ex. Juist. Want. Uh, uh, mijn hoofdpijn alleen maar. Juist. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat, dat de druppels dat je zegt: voor mij hoeven relaties niet meer, man. Besef dat wel, hè? Ja, het hoeft mij helemaal niet meer. Ja. Ik met niemand weer, niet. Met niemand! Ik heb helemaal geen tijd. <laughs> ik heb het wel deze keer gezegd, maar. Ik, nee, ik, maar vergeet ik, tijd. Ik kan het. Eh, energie ook je, niet. Ja. <laughs> ik ga liever, 100 euro geef ik liever uit. Um, aan een game. Want dat vind ik ook af en toe leuk om te doen in mijn vrije tijd te gamen. Dan ja. dat ik met een chick ga uiteten. Ga ik liever gamen. Weet je waarom? Omdat ik helemaal geen zin heb. In overbodige informatie. Ja. Sorry dames. hè? Ik weet dat jullie veel willen delen, toch? Ja. Alleen, ik kan niet. Ik heb er geen tijd voor. Ja, maar mijn uh, collega van mij, die heeft net rode schoenen gekomen. Dus Hij eerlijk is, I don't care. you don't care. I don't I care. Don't care. Ja. En je hebt ook geen zin om te doen alsof. Nee, waarom? Ik heb een doel. Ik wil de grappigste mullukker van Nederland worden. Ik wil dat iedereen mij kent. En ik wil uiteindelijk de grappigste mullukker van de wereld worden. Dat is mijn doel. Ik wil meer boeken schrijven. Ik wil mijn dochter als ze groot is wil ik dat zij financiële vrijheid heeft. Ik wil niet dat, dat ze werkt. Mensen zeggen van, ja je moet je wel dochter wel uh, laten zien weten wat werken is. Ja. Ik ben niet zo ingesteld. Weet verwend verwaarloosd. Ja. Dus ik ga zo hard werken mm -hmm. dat zij als ze groot is, dan wordt ze maar een verwend kutkind. Maakt mij niet uit. Ja. Eten, mm -hmm. kopen wat je wil. Daar wil ik naartoe. Waarom? We leven zo kort. Het allerbelangrijkste is heb respect voor elkaar, dat, dat zo voed ik haar ook echt op, ja, ja. en ik voer daar ook echt op met dankbaar zijn voor alles. Mm -hmm. Klein voorbeeld: zij was drie weken naar haar moeder, ik koop vijf grote cadeaus, hè, 150 euro was ik kwijt, mm -hmm. leg ik op de bank. Zij komt thuis, dit is echt waar gebeurd. gebeurt, hè? Zij komt thuis, zij kijkt naar de cadeaus, Ik zegt cadeau voor jou, wat ze zegt tegen mij bro, u zegt toch altijd dat cadeau niks is, maar knuffels wel, dus ik kom u knuffelen. Tot op dag van vandaag zijn drie cadeaus nog onuitgepakt. <laughs> ja, mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi. Omdat ik haar leer, ook al geef ik jou een aardbei of een groot cadeau, is hetzelfde. Maar een knuffel Jeus. is het allerbeste. Ja. Zo heb ik haar vanaf jongs af geleerd. Ja. Knuffel is het grootste cadeau. Ja. Spullen zijn maar spullen. Die gaan kapot, mm -hmm. weg. Maar een knuffel, elkaar aankijken, ja. is, is onbetaalbaar. Mooi, man. De, 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 de jeugd is, is onze toekomst. En het enige wat wij onze generatie kunnen meegeven is alleen maar liefde, harmonie en echt eerlijkheid. Ja. Daarmee. Alles gaat zo snel als hij je net. Mm. En daarom gaat moeten we meegeven dat tijd met elkaar praten, genieten, dat dat ook heel erg veel uh, heel belangrijk kan zijn. Alleen ik heb geen tijd in een relatie. <lacht> <lacht> maar van man tot man, twee mannen die hier zitten. Ja. Ga ik uh, herhalen wat iemand tegen mij heeft gezegd? Ik zie het ook aan jou, Mijn man, Jij zit vol zoveel liefde het zou doodzonde zijn uh, als je behalve jouw dochter natuurlijk, want die krijgt genoeg. Dat ja. merken ze over, overvloed aan liefde. Ja. Er is nog over om dat te delen met de vrouw. Niet vandaag, want je nee. moet er zin in hebben, tijd, energie. Maar ja. don't cancel it out. Je hebt nog ja. een lange weg te gaan. Ja. Alles, je bevers uit een dingetje. Nee, we weten. Ja. We weten. Ja. Jij, <laughs> verdient Jij verdient het. Je verdient het nu, man. En stuur en een mesje ook wel. Heb ik ook nog nooit gehad. Hey Surinaamse. Waarom niet? Ik, ik, soms, ik woon in ik, Rotterdam-Zuid. Ja. Er zijn heel veel Surinaamse denk die denken: ja, mooie meiden. Ja, mooie Surinaamse Surinaams meiden. Rotterda zijn mooi. Rotterdam, Rotterdam noem ik de stad van uh, meiden met krullen. En ze zijn Marokkaans, Surinaams, Campidiaans, alles, maar krullenstad. Ja, en daar woon jij. Je doet ik, er niets mee. Snap je? De, wat ik zo mooi vind van de Surinaamse meid, zij zijn de enige ras, hè, Surinamers, mm -hmm. die een wolper kunnen eten op straat <laughs> en is nog sexy. <laughs> Er is zo'n half racist funny shit. <laughs> ja, sommigen zie je gewoon hoppen en loopt op straat. Haring zei, dan denk ik. Je bent echt lekker nu, ja. <laughs> Maar je doet er niets mee. Geïntimideerd. Nee, nee, ik doe er niks mee. Ik zeg alleen maar mooi. Go. <laughs> nee, maar ga er eens een keer voor. Zeg dit. Lo zeg dit ga je zien. Zeg loop naar een Surinaamse Aanbellen zeg ook. Wat. Weer, drie keer aanbellen. <laughs> Maar zeg het goed, hè? Niet stotteren. dat is een Nee, nee, ah, nee, nee. Met volle overtuiging zeg ja. van, hey, weet je wat het is met Zinnamse vrouwen? Jij bent een voorbeeld van. Jullie kunnen een whopper. Mijn man. Mooie vrouw, Zinnamse vrouwen. Eerlijk is eerlijk. Mooi voor Ga een keer buiten je. Moximiti. Ja. Yeah. Wat heb ik je gezegd over mijn eerste vriendin? Dat was een Abonnees, hè? Ze ook een Molukse ja. dame. Ja. Maar. Iedereen die met mij gaat, maakt niet uit wat je bent, je wordt een Surinamer. <laughs> maar aan de basis was het een... Uh... Dus misschien word ik dan ook Surinamer als ik de Molukse, als met een Surinaamse chick... Ik dit weet het niet, ik ik, dit gaat over mijzelf. Zou je staan? staan? Heel je attitude zou veranderen, heel je swagger, alles. Dan heb ik in één keer heel veel Nee, mee. maar jij moet jou hebben. Hoor je dat? Nee, I love it. <laughs> Kom je niet theater maken, zit er gewoon in, man. Hé, hey, maar check. Uh, daarover gesproken gelijk. Wat doe je vandaag de dag? Waar kunnen we je zien? Uh, mijn speellijst, uh, mijn website. De Lucho Factory. Yeah. Dus de in Engels en dan L-U-C-U. Factory.nl. Daar heb je een speellijst. En ik speel gewoon echt door heel het land. Uh, de shows gaan echt heel snel. De meeste shows zijn nu al uitverkocht. Mm -hmm. uh, mijn boek kan je binnenkort ook op die website Luchafactory.nl uh, online bestellen. Ja. En uh, ja, als je wel gewoon wil lachen. Het is een roman, hè? Het is een roman, is echt een fictief verhaal. Je gaat je irriteren aan die gast van, hé. Hey, je gaat je kapot irriteren. Is dit een beetje gebaseerd? Zit er een beetje van jou mm. in? Een beetje. beetje? Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Mm -hmm. Dus uh, daar kan je mee vinden. En anders kan je mij ook gewoon googelen, Joshua Timisela En dan zie je. Joshua Timisela ja. Hey, man, ik vond het doop dat je er was. Het is een eer. Bedankt je voor je openheid. Yes. Uh, we hebben gelachen. Zeker. Je hebt een paar mooie dingen gezegd. Jij ook. Ja, ja vind je? <laughs> ja, zeker. Ik sowieso. hoop dat je iets doet met mijn advies. 100. Gillies Love line. Bruut eerlijk over de liefde en af en toe een beetje kwetsbaarheid. I love it. If it ain't about love, it ain't about nothing, dus zorg ervoor dat je ook bij de volgende date erbij bent. Yeah.